Ja toch, jongens en meiden, we zijn er. De legendarische, viraalste podcast ooit gaat nu beginnen. De laatste tijd heb je veel views. Man. Ja toch? Ja, nice. We zijn er. We hebben vandaag een podcast met Giovanni Latoy en Nathan van der Gunst. Oftewel ACID. Zin in. Kom op, let's go. Yes, laat het horen. Hey, of course. Is er altijd publiek? Ja. Insane. Maar het publiek is wel vaak dood, moet ik zeggen. Ja. Maar nu heb je gevraagd, dus een beetje juichen en zo. Dan... Ja, maar je hoorde het toch niet. Jawel, je hoort het wel, Oké, nice. Insane, let's go, let's get this baby. Ja, er waren veel aanvragen voor deze podcast. Ik dacht, ik wil dit doen en ik heb Nathan doodgespamd. En het is mij gelukt. Nu zit hij hier. Gezellig. Ik ben hier veel in de laatste tijd. Ja, vorige week ook al. Gezellig. Die wand, bijna mijn huis in de fik gestoken. Mm. Gezellig. En Gio. Ja toch? Ja, gaat met je? Ja, lekker man. Ja, ja ook lekker. Ben je hier al eens geweest? Nee. Nog nooit. Dit is de eerste keer. Sorry. In de podcast? Ja, tuurlijk wel, ja. Ah, in de podcast. Oh, de podcast. Wow, ik ben een keer met Ties geweest. Ja. Oh, damn. Ja. What the fuck? Weet je hoe moeilijk dat is om... Jij uploadt altijd 3... podcast en dan stop je een jaar. Ja, zeker, en dan gaat maar dat is basically zijn leven. Ja, dat is het ding gewoon. Dus ik vergeet soms welke daar zijn geweest. Ja, dit is aflevering 11, als het goed is. Want ik heb ze allemaal gewoon opgeteld. Aflevering 11. De eerste over een tijdspanne van 3 jaar. de eerste was inderdaad. Dat was met u in Gio's huis. Dat was bij mij thuis, gefocust op de microfoon. Ja, precies. De sick. Ik heb deels deze serie uitgevonden. Ja, door u ben ik ermee begonnen. Ja. Was het niet jouw idee inderdaad? Ja, ja. Nee, het was wel mijn idee. Ja, ik zei gewoon, ik heb hem gepusht. Die avond bij jou. Ja. Was Jultje daar ook? Jij was niet eens thuis. Jij was, jij was naar je oma. Ja, ja, jij was niet thuis. Ja, en wij waren fully fucked in jouw huis. Toen zei ik tegen hem nu. Je moet de podcast doen. Ik was echt zo... Alex. Jullie hebben eerst aan die tafel opgenomen. Ja, we hebben helemaal twee keer opgenomen. Ja, Alex, we moeten nu die podcast opnemen, nu. Ja. Hij was al een jaar of zo, twee jaar. En dan zagen we, ja, ga ik doen classic Alex shit. Ja. Ik ga het doen. Nee, dan waren we drunk, zeggen, je zet het wel goed door nu. Hoeveel hebben jullie nu na elkaar? 3. Als ik deze vorige keer deed ik elke week na elkaar, maar dat is niet haalbaar. Nee. Dus nu gewoon elke maand eentje voor de sfeer, voor de love, goede namen, waarom niet toch? We zijn wat we ook willen doen is eigenlijk echt een squadreunie. Gewoon echt een squadreunie. Ja, dat gaat maar we weten zeg maar niet hoe het ligt met iedereen, snap je? Met de Sjaak, want Alex en Sjaak liggen niet echt top. Oké. Quick recap. Waar zit de beef? ik denk dat Job meer beef heeft met jou dan ik met jou. Ja. dat denk ik ook. Hij was echt boos op WhatsApp ook, zeg maar. Ik ben te laag. Jullie zijn te hoog. Dan Joey. Joey. Wij hebben niet echt allemaal een probleem met Joey, maar dat probleem is ontstaan door Hanwee. Ja, maar deze dus waar Hanwee is dat niet in de squad. Wil je dat Joey aan... In principe moet Joey erbij, maar ik wil Joey eigenlijk niet erbij. Omdat? Want? Omdat hij in elkaar geslaan is in die ring. Ik ga niet meer zo'n loser van tafel zitten. What the fuck? Eigenlijk moet hij erbij. Ja, als we kijk, doen, moet hij erbij. Ik ben ook down, maar... Kijk, ik wil als superlang ook die reunie doen. Want ik was boos toen Natis hier was. En Ryan, en jij, en jij. En ik dacht, wat? Ja, maar dat was gewoon... Dus ik check die podcast, het gaat niet eens over de squad. Nee, maar dat was puur coincidence. Dat Ryan hier ook was. Was Ryan daarbij? Ja, Ryan was er toevallig gewoon bij. Hij zat zo onder een dekentje. Ja. Oh, ja. Ja, klopt. Maar, dat je jouw vlog is ook gewoon dat je beeld super raar. Hij wilde niet in beeld of zo. Maar vond jij kut dat je er niet bij waard? Ja, ik dacht van, joh. Ja, maar dat was totaal niet de instelling van Dit is een reunie. Want hij zegt dat dan, maar dat is gewoon een beetje van... Maar we gingen er niet met de instelling in van Dit is een reunie. Weet je waar crazy is? Weet je hoe weinig... Shotje? Weet je hoe weinig mensen dan nog kennen? Ja, dat vragen we dus altijd af. Maar ik hint er wel eens naar in mijn vlogs. Van, zeg maar, weten jullie nog de tijd dat we die squad hadden? Mensen weten dat. Ja, al die mensen die toen, zeg maar, 16 waren of hoe oud waren... Die zijn nu 21, 22. Ik vraag me af hoeveel mensen daarvan, zeg maar, nog echt toen diehard ons volgden... en op die Dutch YouTube Gathering stonden en zo. En met onze pika wilden, zeg maar. Want het is lang geleden, hoor. Dus die shit is out. It's way back. Ik denk dat heel weinig mensen... Of misschien... Ik weet het niet. Als ik er naar hint in mijn video... Iedereen is zo van... Wat is dit? Die line in mijn liedje. Er zitten baren in mijn tune daarover. Ja, ik overloop in de squad. Ja, ik zat in de squad. Maar ik was nog aan het denken van, gaat dat over de squad? Ja, dat ging over de squad. Ja, maar dat ging over de squad. Maar zelf die... Niemand weet waarover die line gaat, want niemand kent de squad. Wel jammer aan de ene kant. Want super voor ons is het nog best wel een big ding super of zo, jammer. Snap je? Ja, maar ik denk dat er echt nog wel... Weet je wat is? De mensen die dat toen keken, zijn nu onze leeftijd. En ik denk dat veel mensen gewoon af zijn gestapt. Ja, dus vertel wat de squad is. De squad. De squad. De squad is eigenlijk gewoon... We waren gewoon allemaal een groep vrienden.
En, in 2014 of zo, 2015. 7 jaar geleden ongeveer. We maakten hier een foto. Ja. We maakten allemaal video's en ja, veel skypen met elkaar en veel collabs doen. Alleen skypen. Groepje. Alleen, ja, skypen. Het was elke avond skypen. Elke avond, direct naar school gewoon Skype. Met iedereen. Ik was verslaafd aan Skype. Ik Skype was echt de shit. Ja. En je had zeg maar mensen die zeg maar iets beter met elkaar lagen en mensen die iets minder met elkaar lagen uiteindelijk. Ja. Maar in het begin niet. In het begin was iedereen super chill met elkaar. Nou, weet jij, ik vond Job echt een teringlijn in het begin. Dat weet ik nog wel. Ja, maar ik vond jou zelfs een teringlijn. Ja, dat klopt. Ik had echt een, dat heb ik al vaak gezegd. Ik vond je echt een scheidhekel aan je. Terwijl dat jij in principe bij de hele reden daar ooit de squad gekomen is. Ben ik de reden? Ja. Love, hoezo? Ryan en ik kenden hun niet. Ja, jij hebt wel zeg maar de Belg bij de Nederlanders. Ja, er was een avond dat Ryan en ik met Alex aan het bellen waren. En het was een beetje saai bij ons. Dus zo wie de vibe was. Ik had een Nederlandse vibe uitgenodigd. En hij zei ineens gewoon van, hebben jullie zin om te bellen met mijn Nederlandse vrienden? Weet je zei het ook echt zo. Weet je dat oprecht? Ja. Wij zeiden gewoon, Ryan, heb je ons gewoon in die fucking kaal gesleept? Lijp. Was jij niet zeg maar toen nog soort van beetje fanachtig van Ties? Nee, ik niet. Nee, ik kende Ties niet. Ik weet niet of ze vrij een Ties kenden. Nee, wie keek er zo op naar Ties dan? Toen was ik gewoon Knol. Toen was ik gewoon all about Knol. Ja, all about. Want ik weet nog, ik had ooit, Enzo Knol had ooit getweet dat hij een Minecraft-aflevering met fans ging opnemen. Ja, dat is wat jij in. En ik had daarop gereageerd. Inderdaad. En toen had jij je statief kapot geslagen. In een Skype kon eruit. Nee, ik was niet op Ties, ik was all about Knol, man. En toen zijn we in die kaal gekomen. En vanaf die eerste keer, bro, elke avond. Ja, elke avond met iedereen gewoon. Ik weet er echt geen rol meer van. Wat was de eerste keer dat we elkaar zagen dan eigenlijk? Was dat gewoon... Nee, dat was met die Amsterdam vlogs. Oh, met... Maar we zitten nu allemaal shit te vertellen. Maar waarom weet... Ja, maar je gaat die video's er misschien klein bij. Gewoon een beetje editwerk erin. Ja, ik stuur al een paar linkjes naar je. Als er geen editwerk in zit, Alex had er geen zin in. Besef dat, ik was 15, dus Ryan was ook 15. Jullie waren ook 15, 16 allemaal. Afgesproken in Amsterdam, met iedereen gewoon daarheen. Lopen van Alex, mannen. Nee! Oh! Nee, dat stond er gewoon. Oh, joh. Doe normaal, man. Op Joey Quinn. Abonneer op Joey. Daar, gameplay. We gaan nu naar de KFC. Ja, ik vind het goed, hoor. Maar ik ben nog nooit in de KFC geweest. Ja, daar is het. Livestreams. Check ook mijn kanaal, Olix. Ja. Alex is hier ook nog altijd. Het gaat super vet worden. Ja, we hopen dat het een beetje chill gaat worden, maar dan wordt het sowieso. Dus ja, hè. Maar allemaal mensen die je niet kent, allemaal small guys. En toen hadden we afgesproken, toen was Twitter popping. Twitter was de shit, man. Twitter was de shit voor YouTube. Ja. Elke YouTuber tweette constant op Twitter, omdat dat gewoon het beste platform was. Ja. Om een community te bouwen. En toen hadden wij met iedereen getweet, deze avond gaan we allemaal samen live bij Shaquille thuis. Dan zijn we met iedereen, heel de squad, dan is ook de allereerste squad foto getrokken met iedereen. De enige foto waar iedereen op staat. Ja. Al die hoofdjes bij elkaar. Die pikken bij mij thuis, daar stond iedereen op, behalve jij. Ja, toen was ik er net uitgekikt. Ja. En die avond zijn we voor de eerste keer met iedereen live gestraamd. Boys, speciaal oranje bekers, want Koningsdag is dichtbij. Cheerio! Yes. Shoutout Willem 2. Wacht, geef deze aan mij. Shot? Oef. Oh, shot. Oh. Oeg. Ik heb een fluitje vandaag gekocht. Want, zoals jullie weten... Zo erg? Nee. Nice, lekker. Goeie er zijn vodka. Een beetje meningsverschillen tussen jullie twee. En als de sensa een beetje hoog oploopt... Dan ga je dit worden we teruggefloten. Ja. Dan moeten we stil zijn. Ja, liefst. Als we niet stil zijn? Ja, geen idee. Dan heb je het publiek wat in kan grijpen. Of, ja, nou ja. Okay. Ah. Die kunnen wel even matten. Ja, maar... Ja. Shout out naar het publiek vandaag. Marije, Zuurveld, Mary en Quinten, de one and only Pof. En de knapste dame ter wereld, Nadine Stalman. Is dat je vriendin? Ja. Nee, I wish. Ik voelde iets. Ja, ik ook, maar zij niet. Hey, hoe oud ben je? Ze is 16, man. Hoeveel ben jij? 24. 22, 14. 24, ik ben 24. Kan niet, man. Nee, kijk. ja, dat. Ja, dus... Nou ja. Nu moet jij tonen dat je de podcastleider bent. Ja. Ik ben de podcastleider. Nu moet jij met hem. Jij wou daar zitten. En ons naast elkaar, nee. Jij hebt ons uitgenodigd. Dus het was jouw idee. Hoe begon het eigenlijk? Jij zag de video van Gio toen in de tijd. Dat is lang geleden, hoor. Dat is 2 jaar geleden, daily december. Ik upload elke dag. In december. Ja. Elke dag. Waarom?
omdat je veel geld verdient. En de campagnes betalen ook beter, dus dan heb je meer video's, kan je meer campagnes doen. Ja, ja. Ik uploadde voor de eerste keer elke dag. Ik had content nodig. Al die shit van jou, je had begonnen. En ik dacht van, hey, snap je? Toen was ik nog super hot, mij. Ja. Eigenlijk echt heel hot. Ja, ja, ja. Maar ik zag heel die shit en heel het internet was zo aan het pruttelen. Jij was heel aan het ontkennen dat je een relatie ging pakken met elkaar. En ik dacht de hele tijd van, dit gaat nooit gebeuren. Ik heb zelf gedm'd naar jou voor die video van, dit is toch cap. Dit kan niet waar zijn. Moet je eens, ik stuur al screenshots ook. Ja, cool. Ik dacht echt, what the fuck. Toen heb ik gewoon een video gemaakt. Die eerste video. Die video is 10 minuten, maar alleen de eerste 4 gaat over jou en Jay. De rest is gewoon... fucking YouTube was nieuws. Dit die break-up video? Of? Nee, gewoon toen hij zei van, we hebben een relatie. Ja, volgens mij was het die video dat ik zei van... dat we zijn wel meer dan vrienden. Gaven dat we zijn meer dan vrienden. Oh, zoiets. In die studio, ja. Yeah, dat is lang geleden. Ja. Daar is begonnen. Dat was de eerste video. Ja. Daar heb ik die gemaakt. Ja, okay, heb ik een mail gehad van je pa ook. Heb je een mail gehad toen van mijn pa? Ja. Maar wel, snap je, respect naar je pa. Ja, goeie pa. Ja, maar een pa. Vertel verder. Rip Stani, man. Rip hem, je weet zijn naam. Ja. Toch. Ja. Hiermee ben ik goede punt, man. Hey, let's go. Nog een slokje, heel lekker. Had ik die video gemaakt? Niks. Van, ja, jawel, wel een beetje. Je had geen reactie van mij gekregen, volgens mij. Nee, maar... weet je wat ding is met die eerste video? Niemand had verwacht dat ik die video ging maken. Nee. Omdat jullie maat is wel. Ja, omdat ik hot was met hem. Omdat ik gewoon hot was met hem. En die video hard, ja, maar je ziet ook echt de disbelief in mijn ogen. Gewoon in die video dat ik de hele tijd best van, yo. Dat heb ik ook gestuurd naar je erna. Toen je had gestuurd van, kom video op, nee, joh. Dat heb je al 2 keer gedaan. Na 2 video stuurt hij elke keer de avond zelf. Ik kom samen video op, nee, dan zit ik in die emoties toch niet. Kom video op. Dat weet ik. Ik weet precies hoe je denkt. Dan stuurt hij elke keer. De dag daarna denk ik, Hij heeft nooit gereageerd op mijn tweede bericht. Hij stuurt, kom video maken. Ik heb nog nooit ja gezegd. Ik zag daar altijd zo van, ja, nee, maar ik wil wel bellen of zo, is chillen. En dan zelf niet geopend. Nee, niet eens geopend. Ja. En dan die video, dan de break-up video. Heb ik ook eens gereageerd op je tour mansion. House tour shit. Ja, ja, ja. En toen, reactie. Boom. Ja. De laatste. Ja. 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 Ja, bij mij was het meer zeg maar die eerste video, dacht ik, oh ja. Ja, het was voor mij een beetje, wat ik al zei, ik heb mijn video toen uitgelegd, was een beetje een mes in mijn rug. Ja, omdat ik dacht, hey, we zijn cool, we zijn matties toch, snap je? En ineens maak jij zo'n video, waardoor ik eigenlijk het gevoel had dat jij een soort van mensen tegen mij op probeerde te zetten. Om ik mij ga emotional worden. Ja, nee, maar dat was zo. Ik dacht, wow, jij gaat nu expres het helemaal aanwakkeren, want dat deed je wel met die dat video. Dat deed ik zeker, dat was ook de bedoeling. Ik kreeg op dat moment al lijp veel kritiek en lijp veel haat, zeg maar natuurlijk. Insane. Ja, ik vond dat meeviel. Dat was de reden waarom ik... Het was het meest besproken onderwerp, denk ik, op heel YouTube Nederland. Ja. Misschien wel een jaar lang, denk ik. Ja, niet in België. Nee. Nee, maar je wakkerde wel... je wakkerde het natuurlijk wel aan. En ik heb daar uiteindelijk verstandelijk niet op gereageerd. Ik dacht, nou, weet je, laat me zitten. Ik weet hoe jij je video's maakt met mensen roosten en shit. Zoals je met Roy doet en I don't fucking know wie nog meer. Oh. Oh. Wat? Geef eens mijn rugzak. Geef eens mijn rugzak. Deze? Ja. Ik heb een cadeau. Royalistic merch. Wat? Heel dom. Lijp, man. Thanks. Lijp. Dankjewel. Had jij ook nog iets voor hem? Nog niet. Nog niet. Ik ben zelf ook video aan het maken vandaag. Oh, shit. Fuck, ik ging dit filmen. Je moet je de beelden vragen, man. Oh, fuck. Oké, cool. Maar terugkomt op mijn verhaal. Zeg maar, dat was een steek voor mij, snap je? Ik dacht, weet je, prima, cool. Ik weet hoe je bent. Prima. Toen uiteindelijk was er inderdaad nog een video online gekomen. Daarna nog een video. Die over mijn huis boeit me niet, weet je. Zeg maar, prima, ik kan prima met kritiek omgaan. Ik laat het gewoon lekker van me afglijden. Op een gegeven moment was er een derde video. Toen kwam er een vierde video. Er waren 2 video's over je huis. Ja, dat kan wel, ja. Ja ook op... Rijk, bedoel. Wat? Wat? Nee, hij... vier. En op een gegeven moment was ik zo van... Oké, ik kan nu dit blijven negeren.
Maar ik kan ook een keer zeggen waar het op staat. Ik dacht dat je het ging blijven negeren. Ja, ja, dat snap ik. Want zo ben ik altijd geweest. Yeah. Zo ben ik ook. Want ik dacht, ja, fuck dat, weet je. Boeien. En nogmaals, ik respecteer de manier waarop jij je video's maakt. Want zoals jij zegt dat ik in die zin meiden gebruik, gebruik jij natuurlijk beef dingen om... Gewoon mensen. Ja. Jij gebruikt chicks, ik mensen. Ja, precies. En zeg maar, na die video dacht ik, nou, daar ga ik reageren. Toen heb ik in het beginstuk met jou in de auto heb ik gereageerd van, nou, ik vond een mes in mijn rug en ik vond het te ver gaan. En kijk, toen het tweede stukje, toen begon ik een beetje sneren uit te en te roosten. Ja. Terwijl ik vond dat ik volledig in mijn recht stond. Want, ja, als iemand van vier video's over mij maakt... Ik zag die video, ik zag die titel, ik dacht... Finally. Jij dacht content, yes! Nee, niet content. Ik dacht van... Ik had het gevoel... ik de hele tijd gewoon tegen een betonnen muur aan het slaan was. Ja. Verwachtte jij echt op een... Op nee, een, dat is exact hetzelfde als Selina Michiel. En damn, ik ga mezelf... Hebben zij gereageerd? Ik ga mezelf, ja, 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 ze hebben, dat was een heel gedoe. Ze hebben twee video's gereageerd na elkaar. Insane. Ze hebben echt hardcore gereageerd, ja, op mij. Ik, in die zin, ik heb niet per se hardcore gereageerd. Nou, maar ik heb twee sneertjes uitgedeeld. Ja, mijn naam stond niet in de titel. had ik wel kunnen doen. Ik kan het nog wel veranderen als je... Nee, maar weet je wat het ding was? Ik had het gevoel en... Ik weet niet of ik dit moet zeggen. Fuck it. Als ik beef met iemand, ik doe dat niet veel. Hè. Mensen denken nu dat ik dat altijd doe. Maar dat is gewoon de meeste soms dingen waardoor dat ik een beetje bekend geworden ben. Zijn. Er zijn deels die dingen, maar nog andere dingen. Snap je? Go Ace It en die pick-up op stage dive. Alles. En alles in de media. Alles wat erbij. Ja, het is niet alleen beef, het hoort erbij. Ik had het gevoel bij jou dat ik gewoon echt tegen een muur aan het kloppen was. Ja. Dat je gewoon kon door blijven gaan. En ineens klop jij terug. En het was echt alsof dat je... Klop, ga je het aan het zoeken bent. En ineens krijg je klopje terug. En ik dacht van, oh... Ja, ja. Daar is hij. Maar dat was ook mijn ding. Ik vond al je punten in je video. Je hebt gelijk. Je hebt 100% gelijk. Heb ik je rug gestoken? Ja, ik heb het gezien daarna. Ja, ja, ik heb, je hebt gelijk. Dat was een dik move. Dat was een big dick move. Ja. Dat is zo. Maar ik volg gewoon echt. En dat vind ik nog steeds. Ik vind het al vies. Maar wat mijn grootste vraag is, wat vind je... Vind je mij daadwerkelijk Nee, luister, dat wil ik zeggen tegen je. Bij jou, turn out fine, snap je? Het is cool, you're a good guy. Ook al vond ik die bericht dan... Je kan zeggen dat je 16... Dat nee, ze 16 maar luister, achter die berichten die ik naar stuurde toen zij 14 was, daar sta ik ook niet achter. Nee, en ik snap dat je daar niet achter staat. En ik snap dat je pas, dat ze pas 16 was... Toen je echt iets had. Ja. Maar als 19-jarige met iemand van 14 zo DM'en. Dat is gewoon raar. Dat zou ik nu ook zeggen. Als ik daar terug naar kijk sowieso, en ik ook kijk naar die video. Ik snap ook 100%... Oh, kut. Ik snap ook 100% dat jullie dan een video maken. Dat je daarop reageert met twee scharappen. Ja, maar daar, ik had toen niet in mijn gedachten... dit was zeg maar, toen had ik het nog niet. Maar als ik nu, we zijn nu 2,5 jaar verder. Dan denk ik, dat is een beetje vies. Maar zelf los van dat. Turn out fine bij jullie. Maar... Ja. 98 van de andere 100 keren, als er zo'n groot leeftijdsverschil is op onze leeftijd, dan is het gewoon een paramachtsverhouding waar die jonge chick gewoon hotcomplex heeft tegenover die guy. En ze was fangirl, ja. Dus dan wordt dat gewoon nog geamped. En bij jullie, al goed, ik weet dat jij nooit haar iets zou laten doen als hij niet wil. Nee. Dat heb ik ook nooit gezegd in mijn video's. Ik heb ook nooit gezegd van, ja, hij gebruikt haar voor seks. Maar alle guys, en dat vind ik, alle guys die dat wel doen, die wel relaties pakken met jonge chicks, die kunnen gewoon geen meisje van hun eigen leeftijd fixen. Dus die pakken gewoon iemand van die de laagste difficulty ooit. Want, zeg maar, dat is... En dan manipuleren ze die chick gewoon. En ik vond, en zo dacht ik, en dat zweer ik dacht ook van, ik ga hier dikke views pakken, 3 jaar geleden. Maar ik dacht ook van, en iedereen weet dat, ik sta heel mijn leven daar echt tegen. Ik wou niet dat het ding werd. Dat mensen dachten van, oké, dus het kan wel. Ik vond, nee, dit is fucked up. Ik wist guys die zo'n groot leeftijdsverschil pakken, dat is gewoon vies. Maar dat was alleen dan het leeftijdsverschil en niet omdat zij dan zo'n fangirl was. Dat komt er gewoon bij. Dat maakt het gewoon nog raarder. Maar dat fangirl was, is gewoon... Maar fangirl, dat is ook maat. Ik denk niet dat Jaad echt een fan van Gio zelf was. Ze was gewoon een kijker van iedereen. Ja. Nou ja... Ik denk niet dat ze dus kijken is... van mij. Nee, ik heb nooit een verschil is tussen zeg maar fangirl echt van iemand zijn. Zeker, maar we weten een kijker. Wij weten allemaal hoe para fangirls zijn. Ja, ja, zeker. En maar dat oké, dat was Jade niet zo. Jade, Jade. Jade? Jade. Jade. Dat was Jade. Het kan beide. Dat was Jade niet zo fangirl. Dat was ze niet zo maniacaal verliefd op jou. Was als ze jou misschien niet als een hot. Maar
Het is wel gewoon raar, man. Ja, nou ja, inderdaad. Het is wel, maar kijk, tuurlijk. Ik ben ook helemaal niet van het fangirls daten of whatever. Nee, ja, dat klinkt. Wat? Gewoon neuken. Nee. Nee, maar zeg maar. Ja, dit was puur toeval. En wij klikten op dat moment gewoon heel goed. Maar ik zag haar op dat moment dat ik haar voor het eerst ontmoette. Nee, dat was heb ook, dat ook was niet als fangirl gezien. Want nee, wij hebben precies elkaar backstage ontmoet bij de Tina-dag. Dus dat is echt waar. Ja, backstage, hè. Ik niet, zag haar al een paar keer in mijn video. Ja, maar wij hebben elkaar letterlijk daar ontmoet. En dat was niet omdat zij daar fan was. Zij was daar ook al als creator, zeg maar. We found our love. Kijk, had zij daar in het place. Nee, maar had zij daar in het publiek gestaan, dan ja, dat team. Maar wat backstage? Was zij ook YouTuber? Ja, dat was het. Zo toen heb ze 14 was. Ze was 14 toen. Ja. Zo heb ik haar ontmoet. Dus je hebt de collega gedate. Ja, eigenlijk wel. Nee, maar ik heb haar ontmoet backstage. Dit is niet beter of zo. Ja, zo is het gewoon. Dus ik kan er omheen draaien. Oké. Okay. Nee, ik dacht dat ze in het publiek stond en dat ze in de rij van je meet and greet stond. En nee, dat tuurlijk niet. Dat je daar had afgesproken om welke kleren ga je aandoen. Nee. Ja, ik ga dit aandoen. Damn, was je gewoon ouder. Geweest. En dat, zeg maar, dat is ook mijn ding. Mijn ding wat ik vaak heel jammer vind, is dat mensen heel vaak, omdat ze het verhaal gewoon niet kennen, okay, het compleet beginnen te verdraaien. Nee, maar okay, ik heb ook reacties gelezen. Ja, nee, maar dat is wel waar met die leeftijd. Laat me even uitpraten. Zeg maar, dat ik haar bijvoorbeeld al ontmoet heb toen ze 12 was of 13. Of dat ik haar inderdaad al neukte toen ze 14 was. Of 15, of whatever. Dat, zeg maar, en dat heb is ik mijn niet al gezegd. Nee, maar, zeg maar dat wordt wel daardoor gecreëerd. Nee, dat en dat vind ik erg jammer, want mensen gaan altijd aankrijgen. Als ik een 20-jarige guy en 13-jarige chick zou zien neuken, dan zou ik denken, waar de fuck ben jij mee bezig? Okay. Zeg maar. Ja, okay. Het ding is wel, die leeftijd wordt vaak omgedraaid. Ja, 24, 16, het wordt, 24, 15. Er zijn YouTubers met echt een groot bereik. Die zeggen dat ik 25 was en zij 14. Ja, je hebt gelijk. Ik ben niet eens 25. Kijk, als ik fout ben, dan geef ik ook toe. Ik heb ook een beetje aan die leeftijd gedraaid. Omdat dat wel verleidelijk is. Snap je? Maar waarom dan? Kruiden. Ja, heeft dat iets veranderd aan die video? Nee, maar het maakt het wel extremer. Het maakt het erger. Het maakt het erger. En daar blijf ik bij. Het maakt het erger. Maar nog eens. Heb ik in die video ook gezegd. Ik wou niet. Want ik heb het gevoel dat ik mezelf gewoon heel tijd aan het quoten ben. Want ik sta nog altijd achter alles wat ik in die video gezegd heb. I love you. Echt waar, ik vind je fucking hot guy. En ik heb fucking en dat veel heb ik ook altijd met jou gehad. En daarom deed bij mij, zeg maar, die eerste 4 video's. Nee, okay, dat snap ik. En ik heb damn. Pff, nice. Heb ik in een video ook gezegd dat ik altijd respect had voor wat je maakt. Altijd respect had voor de grind. Respect voor alles wat je gemaakt hebt hiermee. Maar dat vond ik zo fucking raar. Dat ik echt dacht van, damn. What the fuck? Ja. En had ik het kunnen laten slippen? Sure. Zeker. Had ik er niks op kunnen zeggen? Zeker. Maar dan was ik echt een hypocriet. Want ik was het al heel tijd aan het doen bij iedereen. En toen gebeurde het bij jou. En ik dacht van, ja, oké. Okay, dan doe ik het ook. Ja. Want het is... Nee, maar nogmaals... En nog eens... Alles is goed bij jou. Jij hebt daar niet gemanipuleerd. Dat ben ik zeker. Nee. Dat ben ik zeker. Heb ik ook nooit. Kan hij beamen, heb ik ook nooit in mijn video's gezegd. Jij hebt gemanipuleerd. Maar het is wel. Bro, luister. I love you. Ik kan dat hier als een off-camera. Is het ook gewoon leuk. Ik weet dat het straks ook gewoon leuk gaat zijn. Maar damn. Het was echt het enige puntje waar ik echt van dacht van, yo. Ja, maar niet eens een puntje. Dit was echt iets waarvan ik dacht van, dit kan echt niet, man. Maar leeftijdsgroep doe je dan? Kijk, vooral wat ik daarnet in de auto ook zei tegen Daniel. Ze is 18 nu. Dus in principe kan ik niks meer zeggen. Je hebt ook geen jaren relatie gehad met haar. Je hebt mooie shit gedaan, maar it worked out fine. Maar ik wil gewoon... En dat probeer ik gewoon naar buiten te brengen. Dat dit, en dat heb jij ook gezegd in je video. Er is niets normaal. En ik wil niet dat dit genormaliseerd wordt. Want ik denk dat we allemaal genoeg voorbeelden hebben van guys die wel een chick zo manipuleren. En waar dat wel volledig fout gaat. Ja, zeker. En waar dat er wel misbruik gemaakt wordt van die hogere... En daarom, ik begrijp jou daarin ook, zeker. Zeker. En ik zag niet dat ik een fucking video gemaakt heb om The Greater Good Guy te spelen en te tonen aan iedereen dat moet. Want damn, dat zou de meest hypocrite shit ooit zijn. Maar ik vond dan de manier waarop dat jullie met die Brecht aan het lachen waren... niet oké, okay, man. Een hele rare maar die berichten, vorm. Want ik stuurde iets van, ja, ik kan beter mijn pedopas aanvragen. Inderdaad, zeg maar, als ik daar nu aan terugdenk, daar sta ik ook niet achter. Ook al bracht ik het onder het mond van een grapje... Bro, puur. Oef. Zeg maar, als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, ja. Ja, raar. Maar nogmaals, iedereen maakt in die zin uiteraard fouten natuurlijk. Ja, dus dat is gewoon een niet zo handige actie. Maar, ja, maar wat mij gewoon altijd heel erg stoort, is dat er gewoon een heel front wordt opgezet door bepaalde YouTubers tegen mij. Met een hele
fanbase of whatever. Waardoor ik gewoon lijp veel kritiek krijg met verhalen die niet eens kloppen. Soms, want jij hebt een lijp fanbase. Ja. Dus als jij dan zo'n video maakt, denk jij dan wel na van, yo... Nee, maar prima, weet je, want deze guy moet, zeg maar, hij moet ook nee, maar dat snap pakken. Ik, maar snap dat snap ik, maar denk jij wel... Bro, van al die video's zijn demonetized, toch? Bro, pff, nee. Fuck! Hey, nee, maar dat is zo'n argument dat ik nooit gebruik, maar ik schaalt zoveel in die video's. En YouTube heeft ook het ding, dat wist ik, nu weet ik nog maar van net, ik blur altijd mijn scheldwoorden wel, maar YouTube leest ook woorden. Maar vooral de eerste 15 seconden. Ja, dat is mijn geluid. Maar je moet in je voorstukjes dat check, als jij artikel stond, of comment stond, moet je de scheldwoorden ook, want die... Als ik fuck zeg door mijn rare accent, denkt YouTube soms misschien dat ik frak zeg. En verstaan ze het niet. Maar als ik het comment toon, waar dat fuck is staat, in het lettertype van YouTube, YouTube scant heel de video en als er letters in staan, dan ziet hij direct al mijn roast-video's, alle video's waarin ik iets van kritiek geef op iemand, die zijn allemaal demonetized. Allemaal. Ja. Wordt wel goedgekeurd na de eerste 3 dagen, maar god, dan heb ik het volledige geld in gemist. Dus moet ik mijn doek overdienen? Zeker. Doe ik het daarvoor... Nee, doe ik even fucking chill, man. Ja, ik moet even de camera resetten. Even de camera opnieuw opzetten. Oh, wajo, ik ben echt niet goed van die slok. Komt er nog nieuwe liedjes aan? Dus, ik had 1 liedje gereleased. Go Ace It. Die hebben we dan ook geremixed en dat is wel redelijk hard gegaan. Ja, zeker. Stel heel mijn comments bij vol. Go Ace It. Is redelijk hard gegaan, dus onverwacht. We hadden ook niet gemikt op dit. We wisten het ook niet toen we dit hadden. We wisten dat het hot ging gaan. Maar goed, op Spotify of YouTube? Allebei. YouTube, Spotify en in het echt gewoon. Hoeveel streams heb je op YouTube, of Spotify? Op Spotify 9. 9 miljoen? Heb je er geen plaat? Op de remix. Op de andere... 9 miljoen? Nou, ik denk de combined. Krijg je geen plaat van? Zoek eens combined. Van... Oh, combined. Oh. Combined van de twee. Ja, op de Use remix 6 miljoen en op de Go AC. Is die 6 miljoen height? Ja. Net? Ja. Hoe zit dat met platen in België dan? Heel raar. Heel raar. Ik krijg er geen omdat je niet gesigned bent. Nee, maar luister, omdat ik niet gesigned ben bij je platenlabel, krijg ik geen plaat. Je krijgt pas een halve plaat als je bij een muzieklabel zit. En in principe, dat is een gemaakt fabeltje van de muziekindustrie. Halve plaat, in principe, is bullshit. Sinds daar online streams zijn, bestaat er niet meer zoiets. Ik heb vorige week een gouden plaat gekregen voor die Love Song. Er staat... Ja. Het staat gelijk aan 40.000 verkopen. Ja, maar daarom... Nee, van wat? Sinds dat gouden platen bestaan eigenlijk niet meer. Sinds dat online dat was, zeg maar, maar waarom veranderen ze dat niet naar streams dan? Zeg maar, dat is toch heel makkelijk gewoon om te zetten van... Oké, als iemand... want het staat nu op 8,6 miljoen Nederlandse streams, dan krijg je gouden plaat. Ja, maar weet je wat zeker was? Vroeger als je gouden plaat, dat hadden zoveel mensen echt je plaat gekocht. Snap je? Gekocht. Ja, ja, klopt. En was het op verkopen. Ja, nu zijn er mensen die heel de dag mijn liedje op repeat luisteren. Ja. 1 iemand... In principe dus kan dat je op telt in die zin. Nee, het is iets raar, maar ik heb geen gouden plaat, maar ik kan die wel kopen. Plus Marije Zuurveld, Ton is je hoofd. Kom eens in beeld. Ja. Marije Zuurveld staat op de site van de gouden platenmaatschappij, waar alle muzieklabels hun gouden platen bestellen. Ik heb daar een foto van jou naar gestuurd. Ik had gevraagd of jij dat was op die foto, maar op goudenplaatkopen.nl kan je gouden platen laten drukken voor elk liedje. Maar echt zo'n grote. Ja, en daar staat zij op als promoplaatje. Ik heb zelf een DM gestuurd naar jou daarover. Jij staat op de promopic van die site. En je had gezegd dat jij het was. Damn, gaan ze nu dat opzoeken? Waarom vergeten mensen altijd alles? Ik onthoud alles. Ik denk serieus dat ik een soort van rare onthouding heb. Maar goed, om verder te gaan. Gouden plaat. Jij stuurt maar alleen maar dit soort foto's. Oh, damn. Nice. Nice ass. Komt foto. Heb jij wel eens muziek gemaakt? Nee, ja, ik heb toen zeg maar met die... Maar je hebt ook eens een ander liedje gemaakt, ja? Ja, Pekies, ja. Nee, en die andere. Die andere waar je zo bij die lichtjes staat in Japan. Je hebt zo eens een liedje laten over maken. Over en over, ja. Met ja, maar dat was een project vanuit de Spinning Records. Ja, dus stel je voor, je dropt 1 liedje als side project. Want ik denk bij jou, je hebt ook nooit carrière... Je hebt ook nooit het idee gehad om een rockstar te worden of zo. Maar muziek droppen is leuk. Ja. Want muziek is mijn leven ook. Ik vind het leuk om naar muziek te luisteren in de auto. Luister alleen maar muziek. Hè? Stel je voor, je dropt 1 tune en gaat fucking hard. Ja. Insane. Ja. Vorige zomer, optreden en zo, dat is het beste gevoel dat ik ooit heb gehad. Ik ben bang geworden om een tweede liedje te releasen. Dat dan niet zo Omdat je gaat altijd vergeleken worden met je eerste release. Dus ik heb veel gedacht van, kijk, die eerste is er spontaan gekomen. Ik ga niet... Iedereen vraagt de hele tijd, wanneer komt de volgende? Ik ga dat niet pushen. Dat hoeft ook niet, maar... Maar nu denken we, misschien is het grappig om een heel album te droppen met 12 nummers. Fuck it gewoon. En het is positief, er zijn veel mensen, vieze asbak...
in de buurt. Noem namen. Nee, ik kan nog niet te veel zeggen, maar vieze asbak, snap je? Er zijn mensen van de natte visstick, vieze vaatdoek, parsa. We hebben veel mensen van Albino Sports gewoon ook in de kut. En het voelt goed. Het voelt goed om nu net voor de zomer nog gewoon veel shit te droppen. Er is zo'n grote klik ontstaan door mensen die ik heb leren kennen, door Joost en zo. Waardoor ik gewoon denk van, oké, ik kan niet zingen. At all. Ik weet van mezelf heel goed. Maar als we eerlijk zijn, of je nou wel of niet kan zingen, dat maakt tegenwoordig eigenlijk bijna niet eens meer uit. Het is hoe je het brengt. Precies. Ja, het gaat om die precies, en om de vibe en zo. Je moet wel natuurlijk aanleg hebben voor muziek en zo. Dat heb ik ook niet. Mijn motoriek en muziekvlak is ook niet zo goed. Ik kan niet zo goed dansen. Dat moet je wel hebben. Maar ik heb zo'n goede klik mensen rond met Tanto Beats. Allemaal goede mensen die fucking sick zijn met muziek. Vooral Joost en zo. En die hebben me zo in de goede richting gepusht. Dat ik nu denk van, ik ben over het succes van Go Ace It. Ja, we kunnen deze zomer nog eens hetzelfde liedje doen op alle festivals. Waarom zou ik dat doen? We droppen gewoon heel album. Maar allemaal leuk muziek. En als mensen het leuk vinden, vinden ze het leuk, snap je? Maar wanneer ga je droppen dan? Of dat daar kan ik nog niks van zeggen. Maar ik zie het zo, ja. YouTube is mijn main meal. YouTube is die dikke steak met frieten. Waarvan je moet eten. Gains. En al de muziek is zo die side salad. Is zo dat dingetje die erbij staat aan de zijkant. En dat is zo waar ik soms eens naar grijp als het goed voelt. En op dit moment voelt het wel goed. Want de festivals zijn insane. Ja. En het gevoel dat ik gehad heb op die stages. Holy shit. Eigenlijk gek, hè? Want zeg maar, de video's die je maakt zijn voor 150.000, 200.000. Maar ik weet niet wat voor. Ja, maar dan sta je voor 10.000 mensen. Ja, acht. En terwijl dan, dat eigenlijk, zeg maar, niks is in vergelijking met wat je. Inderdaad. Dat is zo raar aan het hele überhaupt YouTube-ding soms. Heb jij ooit iets gedaan live op een podium? Nee, maar dat is ook niet mijn ding. Maar jij bent ook aandachtsgeil. Ik weet dat jij. Ik haat het om op een podium te staan. Ik vind dat niks. Ik ben echt in mijn sas, zeg maar, als ik mijn camera gewoon heb. En ik haat het om toespraken te geven, lezingen te geven, dat soort shit. Damn, dat wist ik niet. Nee, ik, want dat, ik ben echt een sucker for attention. Ja. Ik meen dat ook na Werchter en na Pukkelpop en zelf na Paspop. Paspop was insane. What the fuck, Paspop, what the fuck. Ja, is zo. Insane. Ja. Ik heb 3 dagen daarna heb ik een dipje. Echt, maar het dipje, de dip dat je hebt van drugs, is niks vergeleken met de dip dat je hebt van zo'n optreden. Want? Als je daar aangeroepen wordt door 10.000 mensen die volledig wild gaan en die go. En 3 dagen later gewoon zit je drie gewoon dagen in je kamer. Gewoon, precies wat je zegt. 3 dagen later zit je gewoon alleen in je kamer en dan zit je daar en dan denk je van damn. Ja. Dat is ook precies waarom ik denk dat mensen als Justin Bieber. Hun leven ziet er perfect uit, hè. Ja. Maar damn, als je zo optreedt en je wordt aanbidden als een god voor een uur lang, en dan op het einde van die avond zit je alleen in je kamer. Ja, daarom is het goed om, denk ik, het klinkt ook cliché, om familie en mensen rondje te hebben die je weer uit die fucking bubbel trekken. Maar daar heb je niet als je zo'n wereldtour doet. Nee, en ik maar meen het, die ik heb, trek je ik, daar weer uit. Van oké, even down to earth nu. Precies, het is super stom om dit te zeggen, maar doordat ik een paar fucking keren 5 minuten op een podium ben geweest, ik had al het gevoel van, damn, supersterren zijn niet gemaakt om zo bekend te zijn. Nee. Supersterren zijn niet gemaakt om zo in een heel stadion aanbeden te worden door iedereen die echt aan het roepen zijn, die muziek aan het meeroepen zijn voor een uur lang. En dan op het einde van de dag zit je daar gewoon alleen. Ja. En damn, dat is sick, man. Dat is iets waar mensen niet bij nadenken, maar ik denk, wij als mens zijn niet gemaakt om zo bekend te zijn. Zelf wij. En ook al is dat veel kleinschaliger. Nee, maar het is ook nooit mijn intentie of whatever geweest om in die zin bekend te worden of zo. Ik wou niet. Ik wou gewoon shit zeggen. Ja, besef, we zaten fucking te skypen met z'n allen. Ja, wij wouden gewoon praten. Vond het gewoon leuk Ik vind, als je YouTuber bent, wij hebben gewoon een soort van verslaving aan praten. Ja. Ik vind het gewoon leuk om alleen. We hebben ook, ik zeg ook altijd tegen iedereen om YouTuber te zijn op ons niveau. Je moet autisme hebben. Ja, het moet. Ik kan het goed wegsteken. Ja. Ik kan het goed wegsteken, maar je moet
Besef je, als je een uur in je kamer tegen een camera praat... Maar je doet elke dag. En je doet alsof daar mensen naar je aan het kijken zijn. Maar het voelt oprecht alsof er mensen zijn. Wel, het voelt alleen... alsof, als je zo'n camera vasthoudt, het voelt alsof je heel je publiek gewoon vast hebt. Ja, maar toch, en dat heb ik, als ik dan op een podium sta, dan heb ik dat niet. Of nog zo. Veel hacker. Ja, jij dan wel, maar ik dan weer niet. Zeg what maar. The ik weet fuck, niet. Ik bro. Dat, nee. Ik heb het opgezocht op internet. Op het moment dat je op zo'n podium staat, wordt er iets gelost in je lichaam. Als je drugs neemt, is het dopamine en serotonine. Ja. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je god bent, zoals je optreedt, wordt er endorfine losgegeven in je lichaam. En dat is het beste gevoel ooit. Dat is... Hoe zou jij dat vinden? Om even Alex nog in het gesprek te betrekken. Ja, yo, leuk dat het jouw podcast is trouwens, man, bro. Welkom in de podcast. Thanks. Zeg maar, hoe zou jij... Alex! Leuk dat je er ook bent, bro. Ik wist niet dat je hier was. Nee, ik heb ook letterlijk niet het gevoel dat ik tussen jullie zit. Zeg maar, hoe zou jij, als je dat hoe zou jij dat vinden? Zeg maar, nu praat je, ik weet niet hoeveel views dit gaat krijgen überhaupt, maar... Ja, 10. Want? Jij bent eigenlijk de eerste YouTuber van België. Jij bent eigenlijk, als ik er zo iets ik was nadenken, fan van hem, als je zo, damn, dit is zo nice. Ik keek op naar deze dit is guy. Nice. Mag ik dit doen? Ja, sure. Doe damn, je hebt, als je terugdenkt dat YouTube België heeft, Zakaria en zo, en dat was denk ik een van de Zaka en Achterklap waren misschien de eerste, maar ik denk dat hij nog eerder was. Ik denk serieus dat jij... Jij was gewoon de Dus David Games, zeg maar. Ja, jij was de Dit is Milan. Jij was de eerste Belgische YouTuber. En jij bent zo snel ook in contact gekomen met Nederland. Ja. Ik heb nooit gesnapt dat jij die brug gemaakt hebt. Want ik ga eerlijk zijn, als ik jou nooit had leren kennen, was ik ook nooit hier gekomen. Want die brug maken naar Nederland is bijna onmogelijk. Maar jij hebt dat gedaan zelfs voordat je bekend was. Vertel eens over je kanaal dat je had met die drie andere mensen. We hadden ooit bedoeld geïsoleerd. Ja, met Stijn en zo. En Camille en Sammy. Ja, dat weet ik nog. Vroeger waren community-kanalen een ding. Dus dan had je één groot kanaal voor meerdere YouTubers. Ja, dat is dus precies wat Milan ook gedaan heeft met de bankzitters. Dus David Games, en Dus David ook met Roelien. Dagelijks AD bedoel je? Ja, dat is precies wat Dus David heeft gedaan. Want uiteindelijk, de bankzitters zijn nu super poppin. De bankzitters zijn samen met ons, toen wij de squad waren begonnen, zijn bankzitters ook begonnen. Weet je wat ik ook veel dacht van de bankzitters? Matty zat bij Dagelijks HD. Ja. Roelie zat bij Dus David Games. Maar jij zat ook bij Dus David Games. Nee, dat was echt maar een maand. Nee, dat was maar een maand. Maar hij wilde dat ik voor hem kwam werken en Omigo video's maken. Wel. En toen heb ik... En toen zijn wij er allemaal neer. Toen heb ik uiteindelijk besproken met mijn pa toen ook van... Mijn pa? Ja. Yo pa. Denk, als ik tegen mijn pa zou zeggen, yo, hey, Dus David Games heeft gevraagd dat ik video's wil maken op zijn kanaal. Wat nee, denk maar mijn je? Pa mijn pa zou daar zitten. Oh ja, is goed. What the fuck is nee, this? Mijn pa is er al bij sinds het begin. Daarom respecteer ik mijn pa. Nee, die weet alles vanaf begins af aan hoe ik het heb gedaan. Ja, zeg maar. En hij zei, ga dit niet doen. Ga gewoon voor jezelf. En zeg maar, dat advies was van mij. Heb je al een video gemaakt voor Dus David Games? Ja, nee, een paar. Toch? Ja, maar het is nooit geüpload volgens mij. Zeg maar, uiteindelijk heb ik toen de keuze gemaakt. Nee, ik herinner gewoon solo. Dat jij ooit in die banner stond. En ik denk dat de beste keuze wel toen geweest is om gewoon solo te gaan. Ja, sowieso. En dat uiteindelijk door te zetten. Wij zeiden daar ook allemaal van, joh, moet dat niet doen. Als je dan kijkt, zeg maar, je hebt alleen de bank. Zitters nog? Voor de rest, wie? Zeg maar, voor de rest iedereen solo en natuurlijk iedereen... Zijn nee, daarom, er zijn veel mensen die zo zagen dat de YouTube-scene gepolariseerd is, daar niemand nieuw mee bij komt. Ja. En ik denk ook zo van, er komt inderdaad niemand nieuw mee bij. Zijn alleen heel moeilijk. Al de nieuwe dingen zijn op TikTok en zo. Ik heb het gevoel, YouTube gaat altijd vaste waarde blijven. Ja. Ik heb altijd veel mensen gezegd van, als ze vragen aan mij van, denk je dat TikTok YouTube gaat overnemen? Nee, dat gaat nooit gebeuren. YouTube gaat vaste waarde komen, maar waarom komt er niks nieuw meer bij op YouTube? Damn, nice. Good one. Zeg je tiende al. Zelf wij die ervaring hebben op YouTube. Waarom komt er niks nieuw meer bij op YouTube? Omdat het veel moeilijker is om een video te maken en die te editen. En alles te doen dan gewoon om met je telefoon iets te filmen op TikTok. Ja. Er is een easier way om aan views te komen. Ik kan ook niet TikTokkers eerlijk gezegd vergelijken met YouTube. Nee, het is iets helemaal anders. Nee, dat is op TikTok is het begin persoonlijkheid. Nee, wel een persoonlijkheid. Jawel, check. White safety. Ze hebben geen... Oh, kut. Damn. I keep it real, man. Please. Ik heb het gevoel dat
TikTokers, oké, ik heb respect voor hun werk en ik heb respect voor de hypes dat zij volgen. Nee, maar ik kan het echt niet zeggen. Ja, maar ze hebben geen community. Nee, maar je kunt toch geen... Sorry, maar met alle respect, sommige mensen doen het wel goed. Met sketches, Peter Valley, fucking grappig, dit, dat. Maar een appie? Een appie bijvoorbeeld, maar... ja, ik ga geen namen noemen, maar ik bedoel... bijvoorbeeld in Amerika, zo'n Bella Porch of zo. Weet je wie dat is? Ja, van die... Ja, precies. Zij is letterlijk... Kijk wat die uploadt. Alleen die domme duimpjes in haar gezicht. Waar slaat het op? Ja, nee, waar slaat het op? Sowieso. Maar dat is mensen... En ik zeg dat al tegen iedereen. YouTube gaat vast de waarde blijven, sowieso. Maar op TikTok, mensen blijven houden van het snelle genot. En van de gewoon swipen. En van swipe, leuke video. Ja, even checken. Swipe, leuke video. Even checken, swipe. Ik heb een mattie van me ooit 10 minuten naar TikTok zien checken. En dan na 10 minuten vraag ik aan hem van, vertel 1 video aan mij dat je hebt gezien. Het gaat erin eruit. Je wist geen 1 video meer dat je gezien had. Op YouTube zoek je zelf nog op wat je wil zien. En je gaat zelf kijken. Zeg maar, die vergelijking zeg ik altijd. Weet je wat het is? Als jij views had op TikTok, oké, leuk. Maar de grootste drempel die jij moet gaan, is je moet mensen overhalen om te klikken op je video. Ja, dat doen ze niet op TikTok. Ze moeten klikken. Ja, ze moeten zelf in hun fucking brein denken, oké, ik moet... deze video aanklikken, want ik wil dit zien. En met TikTok is gewoon scroll. Oh, even kijken. Oh, dat is wel grappig. Ja, verder. Precies. Pop. En daardoor, heel veel TikTokers die bijvoorbeeld ook gaan vloggen of video's maken, die halen het niet. Want ze hebben geen community, wat jij net zegt. Maar je krijgt ze ook niet die drempel over om YouTube überhaupt te klikken. Nee, daarom, er zijn nog niet veel Nederlandse Benelux TikTokers geweest die het gelukt is om bekend te worden op TikTok en ze over te krijgen naar Instagram of YouTube. Dat is echt een ding, hè. Je moet mensen echt zien te over... Zelfs bekende Nederlanders. Kijk hoeveel bekende van de oude garde Nederlanders zijn begonnen met vloggen. Niemand kijkt, want niemand... Klikt. Op tv krijg je het voor. Mensen willen ons zien. Mensen willen onze shit zien. Mensen klikken serieus op onze shit. En dat is die drempel, community. Dat is die community. En dat is wat je niet bouwt op TikTok. Nee. Dat is wat je niet kan bouwen op TikTok. Misschien deels, maar iemand nooit op het level wat wij toen daarom, opgebouwd hebben. Precies. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, 1 miljoen views op TikTok is denk ik maar gelijk aan 5000 views op YouTube. Als ik een milli heb op TikTok, ben je aan. Maar niet eens, want jij kiest niet waar jij klikt op. Nee bro, een milli op YouTube. Maar jij kiest niet waar jij kijkt op TikTok. Die, het is uit video van jou en Jade. Hoeveel had die? Eén dag. In één dag. Half miljoen, denk ik. Zoiets. 6 ton. Maar op TikTok, 100.000. Maar dat maakt niks uit. Maar op YouTube... Ja. Ik weet nog dat ik naar die views van die video aan het checken was. Ik dacht van... Ja, is zo bro. Deze man spreekt feiten. Ik dacht van... Heel België en Nederland is dit nu aan het checken. Ik weet nog, ik was in Discord met guys aan het gamen. Hardcore. Echt gewoon aan het gamen. Jij dropt die video. Ik denk van, holy shit. Ik check die video. Is doorgeklikt. Game verder. 60 minuten later. Ik keek naar die views. Ik dacht van... Iedereen op dit moment... Zijn er zoveel mensen naar deze video tegelijk aan het kijken. Terwijl... TikTok is dit. Ja. YouTube is dit. De eerste uren, dat keek ik dan ook in die statistieken terug. Want uiteindelijk, ik keek dat. Natuurlijk. Dat werd toen iets van 80.000 keer per uur bekeken in de allereerste uren. 80.000 mensen die gewoon zitten kijken hoe ik daar fucking zit te janken. Nee, iedereen was interested. Ja. Ik kijk je vlogs nooit. Nee, hoor. Maar op zo'n moment kijkt iedereen. Ja. En dat is de sterkte van YouTube. Ja. Dat is het mooie van YouTube. Dat is waarom YouTube altijd de vaste waarde gaat blijven. TikTok is sterk. En TikTok is een goede competitor geworden van YouTube. En dat geeft goede... Dat is gewoon een goede promo. Ja, want... Uw vlogs die 10.000 keer stukjes worden zeker. TikTok gezet, dat is een zieke promo. Post jij op TikTok? Nee, nooit. Nee, bijna nooit. Dat kan ik ook niet. Ik hoor van andere mensen, van Enzo ook. Als YouTuber is het heel moeilijk om te posten. Ik vind het heel... Ik krijg het gevoel soms dat ik een boomer ben omdat ik TikTok niet snap. Ik ook. Dan ga ik een of andere stomme beweging doen. Voilà. Ik doe altijd domme dansjes. Ik post iets raar op TikTok. Ik krijg 700.000 views. Moest ik 700.000 op YouTube hebben, zo, kom ik 3 keer klaar. Ja. En ruk ik nog eens op het feit dat ik klaar ben. 100% sowieso. Maar 700.000 op TikTok doet me niks. Nee man, ik heb dat ook. Zeg maar, ja. Het voelde als niks. Dus nee, maar, TikTok is geen competitor voor YouTube, maar ik zou het moeten gebruiken. Maar mensen denken wel dat ze echt snel famous worden door TikTok. Ik heb het gevoel als mensen... Ja, maar je verdient geen... Nee, dat weet ik, maar mensen zien die cijfers en YouTube die horen lijf. YouTube wil competen met TikTok door pap te geven voor die shorts. Ja. Het is per 100 miljoen... Per 100 miljoen views is het 1200 euro. En weet je wie hier op nummer 3 staat wereldwijd van geld verdienen? Simmy. Celine Michiel staat op nummer 3 ter wereld. Zij pakken 60 miljoen views per dag. Dus pakten zij ongeveer 800 euro per dag verdienen met views.
op shorts op YouTube. Terwijl je zoveel had. Hè. Ja, ja, ik vind dat daarom... Upload jij shorts? Nee. Ik ook niet. Nee, want ik vind mensen... dat die shorts tussen je video's komen. Maar je kunt, dat, er, je kunt zeggen... dat eruit halen. Ja, maar management en alles zegt ook tegen mij... Ja, je moet shorts uploaden. Ja, en ik heb zoiets van... Nee, een short channel. Een short channel. Nee, maar je kunt die shorts uploaden en dan dat die niet op je kanaal staan. Nee, ik hoor van mensen dat je een short channel moet maken. Ja. Om een apart channel waar je gewoon shorts uploadt. Er zijn shorts van mij geknipt uit een video dat ik heb gedaan met de bankzitters. Prime had stukjes gemaakt. Heeft shorts, die short heeft 300k. Ja. 300k? Ik had het gevoel dat je 300k op shorts... In mijn hoofd kijkt niemand YouTube. Ik kijk nooit shorts. Ik kijk alleen Instagram Reels. Ja, nou ja, zoals dat kijk... Ik kijk letterlijk alleen TikTok. Ja. Zeg maar, Jij kijkt TikTok? Reels ook niet. Ik kijk wel TikTok, Nee, mijn de AI heeft niet goed gewerkt bij mij of zo, want mijn feed op TikTok is niet nice. Maar mijn feed op Instagram... Ik heb het gevoel dat omdat ik al zo lang op Instagram zit... En zoveel shit al doe op Instagram... Instagram weet precies wat ik wil. Ja. En op Instagram... Als ik daar in de reels ga, dan ben ik echt een uur gewoon zoned out. En dan moet ik terugkomen. Dat is wat ik hoor van sommige mensen op TikTok, dat je gewoon echt zo hoort. Ja, ja, is zo. Ja. Maar zelf, ja, ik onthoud niks. Zoals jij zei, je klikt niet. Nee. Je kiest niet. Op YouTube kies je wat je en kijkt. En die drempel is gewoon echt het grootste om mensen overheen te trekken. Inderdaad. Hetzelfde met videolandseries. Zeg maar, je moet mensen... Zeg maar, als dat goed bekeken wordt, dan doe je het goed. Ja, dan doe je... Want je moet mensen trekken om het aan te klikken. Ja. Nee, dat is fucking irritant aan TikTok. Want iedereen teringmogel denkt dat hij bekend is. Maar iedereen kan fucking 30.000 volgers op TikTok krijgen. Nee, en nog eens. 1 miljoen views op TikTok is niks. Nee. Dat betekent niks, hè. Maar als jij... TikTok zou een naam kunnen vernoemen naar For You. Ja. Want TikTok is alleen die For You-page. Niemand gebruikt die following-page op TikTok. En wat ik wel chill vind aan TikTok is... dan als er een fragment van mij bijvoorbeeld viral gaat... dan zie ik dat uiteindelijk wel goeie terug. Goeie promo. Ik zie het ook terug in mijn statistieken. Het enige wat ik hoop als een TikTok over mij viral gaat... is dat mensen uiteraard naar mijn video gaan. Ja. Want weet je hoe weinig mensen dat doen? Nou ja, ik moet zeggen, toen ik heb soms wel fragmenten die dan viral gaan... dan zie ik het echt in mijn statistieken. Ja, maar wat houdt jou dan... Dat vraag ik me af, hè. Wat houdt ons tegen van gewoon iemand in te huren... om clips te maken van onze video's en die allemaal te uploaden op TikTok? Rapnieuws. Niks. Ik heb ze niet ingehuurd, maar waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je niet iemand fucking €500 per maand betalen... om clips van jouw video's te knippen, die te uploaden op TikTok en fucking veel views te halen, want dat is wat iedereen in Amerika doet op dit moment. Ja. Ik ga dat doen. Het eerste wat ik doe als ik thuis kom, is iemand vragen om dit te doen. Want ik vind TikTok ook wack. Maar ik moet gebruiken. Het, besef, het was music. We moeten het gebruiken. Als ik jouw views zie op TikTok en mijn views zie op TikTok, dat is nul werk voor zoveel mensen die het zien. Dus als ik dan €500 per maand moet betalen voor iemand die gewoon knipjes maakt in mijn algemaakte video's van vijf jaar... Het werkt wel met je, en dat merk je ook, het werkt wel echt mee aan je naamsbekendheid. Toch. Ja, dat werkt toch, wel. Toch. Ja. Maar ik hoorde dat van Jesse Hoefnagels, dat je op straat herkend werd als een TikToker. Ja, dat wil ik niet. Maar dat wil ik ook iemand, niet, hoor. Als iemand dat doet... Nee, maar ik denk dat je... Wij zitten al zo lang in de game... mensen kennen ons gewoon van YouTube. Wij zitten al zo lang... Wij hebben onze naam al gezet in de YouTube. Maar ik heb ook dat gevoel. Ik heb nog een persoonlijke vraag voor jou. Stel. Ik hoorde dat vandaag. In de gangen van de backstage van YouTube. Vandaag? Waar was jij dan? Wat jij nu aan het filmen bent. Ja. Komt morgen online. Ja, man. Jij vlogt met één dag tussen. Ja. Casey Neistat stijl. Ja. Deed hij dat? Ja. Ja, maar ik heb altijd gezegd dat dat onmogelijk is. Nee, ik doe het al vier. Heb je dat soms gecheat in de ochtend? Heb je dat soms gecheat in... Ik heb soms dat ik een stukje van mijn vlog opneem de volgende dag. De volgende ochtend. Terugplak, want ik heb altijd gezegd dat de volgende dag posten... Jij gaat de laatste tijd uit. Ja, maar daar heb ik een ritme. Ik zeg maar, de discipline bij mij ligt zo hoog dat ik moet editen. Ik moet, zeg maar, ik moet... Dat is wel hetgeen waarvan ik fucking veel respect heb. Ja, nee, maar dat is zo. En dat weet jij. Dat weet iedereen in mijn omgeving. Dit komt morgen online. Ja. Zeg maar, als ik op vakantie ben en ik heb slecht internet... en ik moet een fucking plek hebben om te editen. Dan gaat hij gewoon met de auto op de berg zoeken. Dan word ik echt koude zagrijnig en dan... En je hebt nog nooit de dag geskipt. Toen ik corona had, ik denk in 4 jaar heb ik misschien 2-3 dagen na de relatie heb je ook dagen. Ja, klopt. Ja. Maar damn,
Daarvoor heb ik mad respect, want ik edit ook nog zelf. Ik heb het gevoel dat wij een van de enige twee overgebleven mensen zijn die zelf nog editen. Ja, dat maakt gewoon je video, vind ik. Dan. Ik ben ook. Ooit uitbesteed aan Shaquille Polak. Ja. Yeah. Toen heb je hem die fake iPhone gegeven. Ja. Toen heb je gedaan alsof dat je iPhone... Hey, bro. Hij kwam jou exposen bij mij. Echt? Hij zei van, ik heb die iPhone niet gekregen. Wanneer was dit? Ja, toen dat je dat gedaan had. Hoe lang was dat na? Bro, I don't know. Maar hij kwam aanpappen met ieder roast. Maar heb ik niet gebruikt. Ik dacht van, fuck dat. Maar Hij wilde... Hij kwam aanpappen met die... Echt? Hij wilde dat jij mij ging roosten daarover. Ja, ik denk het wel. Waarom zou je het anders zeggen tegen mij? Wat een guy. Wat een guy. Zeker. Ja. Maar dus, ze wilden mij per se in een slecht daglicht zetten. Ik probeer al 3 jaar aan een stuk om in juni, 1 maand... In december upload ik elke dag een video. Gewoon whatever the fuck I like. Maar in juni probeer ik al elk jaar 1 maand dagelijks te vloggen. Ja. Elke dag. Vloggen? Of één gewoon dag, video's uploaden? Dag. Nee, vloggen. Echt vloggen. 1 dag, zoals jou. Ja, het lukt elke keer. Maar? Totdat ik 1 keer drink. En dan lukt het niet meer. Ja, maar dat is echt... Dat en dan is lukt echt, het niet meer de volgende ochtend. Dan lukt het gewoon niet meer om naar die fucking grijze balken van Sony Vegas te kijken. Heb je, welke edit jij 14. Nog op? Ja, bro! 2014, man! Ja, dat is de beste. Nee, elke keer. En dan zit ik er 's morgens en denk ik echt... Dan zit ik er echt en dan zie ik die balken. Is het echt... S. Ctrl-L, want dan schuif je automatisch. Heb je ooit wel eens jezelf gefilmd als je aan het editen bent? Met mijn telefoon. Zo'n dode blik. Je zit gewoon zo, hè. En ik lach fucking veel met mijn eigen haar. Ik lach altijd op mijn eigen vlog. Ik heb het gevoel dat ik zo, heel de tijd zo... Daar spreekt iedereen mij altijd op aan. En mij ook. Ja. Bro, er zijn wel eens mensen in mijn bed gezeten als ik aan het editen was. Wait, ik zit nog thuis. In de zolderkamer. Dus ja, in het zolderkamertje. In het zolderkamertje bij mijn man. Maar ik heb wel dit. Ja. Ik niet. Ik niet. En toen zeiden ze ook van, jij lacht echt veel met je eigen maar video's. Maar dat is toch goed? Zeg maar, als je met een dode blik je vlogs... Bro, als je eigen shit niet leuk vindt, post het dan gewoon niet. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vaak genoeg dagen gehad dat ik het niet leuk vind. Maar ik heb de drang dat ik elke dag moet en wil en kan. En dat hoort erbij dat je ook dagen ertussen hebt zitten dat je het niet leuk vindt. Nee, ik heb wel eens... ik heb wel eens het gevoel gehad dat ik al veel zo de roeping heb gehad van... Hey, weet je wat België nog niet heeft? Dagelijks vloggen. En ik heb wel al veel het gevoel gehad van damn. Maar dat had jij toen de tijd ook al, toch? Nee, ik heb dat al super lang. Ik heb dat al super lang. Ja, dat vlogs zeg ik. Dat ook had jij veel, toen ook. Mijn vlogs worden ook fucking veel bekeken. En ik heb ook het gevoel van damn, ik zou het wel kunnen. Maar damn, ik... Ja, maar je gaat nu ook veel met Enzo om. Ik denk dat je ook aan hem misschien merkt... Het is gewoon een stressvolle lifestyle. Nee, het is... In die zin... Het is een curse. Ja, 100. Nou ja, is zo. Je moet echt, wat jij zegt, je moet ik gewoon echt zware autisme... Ik weet niet of dat ik heb ook wel eens dagen waar ik niks doe. Ja. En ik hou van die dagen waar ik zou ze graag willen. Ik hou eens van die dagen waar ik... Ik heb ook gewoon een gameverslaving. En nu op dit moment... Heb ik opgegeven daarvoor. Ja, nu op dit moment heb ik dat niet, want er is gewoon niks te gamen. Maar ik heb al veel ook gehad dat... Ik heb al eens 14 dagen achter elkaar gevlogd. Ja. En dat ging hot, dat ging insane. En ik vond het zo leuk dat mensen ineens gewoon mee begonnen te praten over mijn vrienden. Ja. En dat de comments... Zeg maar, mensen bouwen leven. Echt een band op. Ja, en elke avond in mijn bed de comments lezen. De beste maand van mijn leven is december, omdat ik dan elke dag zoveel comments heb dat ik kan lezen in de avond. En ik heb al zoveel geprobeerd om dagelijks te vloggen, maar damn, ik heb om de zoveel tijd gewoon eens een dag nodig waar ik niks doe. Ik heb het gevoel dat, sinds dat ik gevonden heb, en ik had altijd mijn skateboard al... Maar ik heb het gevoel dat als ik met YouTube bezig ben, dat mijn hoofd gewoon constant aan het doen is. En ik heb sinds dat ik skate heel veel en dat was dan een soort van verlichting. Want toen heb ik mijn knie gefakt en lukte dat niet meer. En toen ben ik beginnen fitnessen. En ik heb serieus het gevoel dat als ik in de fitness ben, als een holbewoner, gewoon even mijn gedachten uitzetten. En even die fucking weights gewoon opheffen. Dat het enige moment is in de dag waar ik niet aan het doen ben. Heb jij dat? Heb jij een moment op je dag waar dat je niet... Want ik meen het, sociale media legt wel een fucking harde druk op je, man. Er zijn veel dagen dat ik ermee bezig ben dat ik denk van... Damn, stel je voor dat er niemand meer kijkt. Ja. Stel je voor, is de grootste angst. Stel je voor dat er mensen stoppen met kijken. Dat is de angst nummer 1. Ik wil niet terugkomen naar Casper, maar...
Ik kan wel. Ik heb altijd gedacht bij Castiop. Stel je voor, je wordt als een van de meest bekeken mensen. Ineens, je gaat die tussenfase niet doorhebben hoor, dat je aan het droppen bent. Maar stel je voor, het is ineens weg. Je wordt niet meer bekeken. En dan ben je whole video's aan het maken voor niemand. Die druk heb ik elke dag. Maar wij zijn daarmee opgeruid van zo'n jonge leeftijd. Ja, ik weet letterlijk niet beter, man. Precies. Ik ben daar zo'n beetje immuun voor geworden. Ik was 14 toen ik begon. Precies. Ik was 12 volgens mij. Ja, ik ook. Maar de fitness is het enige moment van de dag waar ik even zoned out ben. En ik heb jij een moment in de dag waar je er niet mee bezig bent? Ja, het klinkt heel stom, maar zeg maar, ik haal mijn rust uit wanneer ik gewoon een vlog heb en ik weet dit gaat lekker en leuk. En zeg maar, wanneer je hem upload. Dat is geen rust. Dat is geen nee, rust. Dat is precies hetzelfde. Ik denk serieus dat jij jezelf zou kunnen levelen. Maar, en dan niet fitness in het algemeen, maar gewoon iets waarmee je even er niet aan denkt. Er echt gewoon 2 uur op een dag niet mee bezig als bent. Als mijn kop eraf zijn. Ballonnen. Nee. Oef. Nee. Nee, maar je hebt inderdaad niet echt. Jij hebt geen moment. Ik heb, als ik een leuke avond met mijn vrienden heb en ik zuip heel mijn kop eraf, dan heb ik maar zo'n moment. Maar dat is wel fucked. Maar dan heb ik, ja, en dat is de kutte. Dan heb ik altijd in mijn achterhoofd van, oh ja, kut, morgen word ik wakker. Online, dus je kan toch niet genieten van dus het drinken. Nee, maar dat dat is ook wel, denk ik, een beetje het leven waarmee ik gedeeld heb en wat ik accepteer, is dat ik op dit moment doe ik gewoon, ik pak wat ik pakken kan. Maar zou je dan niet denken van, ik neem even een editor? Nee. Soms die rust hebben je hoor. Jij hebt geen rust. Ik heb het ook wel eens geprobeerd en het is een video voor me. En dan kijk ik die video en dan denk ik van, het is er niet. Nee. Het is er niet. Je krijgt niet, dan krijg je juist, met Sjaak, ik kreeg juist stress van, oh deze keer. Hij leverde de vlog aan om 19:30 s'avonds, terwijl hij om 19:30 online was. Het is er niet. Ik heb geen zin om die. Dan krijg je juist stress. Ik heb geen dat zin is om die puur nee, gewoon en omdat editor, hij... Stel je voor, je hebt een guy die staat om 7 uur... Nee. Stel je voor, je hebt een guy die staat om 7 uur op... Die begint om 19:30 je vlog te editen... En je krijgt hem om 9 uur. Je weet niet, je moet lang werken aan je editor. Je moet heel veel tijd en moeite steken om je editor te krijgen zoals dat jij hem wil. Mensen zeggen dat al jaren tegen me. Moet je niet... Maar is het de moeite dan niet waard om ik ben zeker dat het de moeite is om het uit te besteden, maar ik heb geen zin om het uit te besteden, want ik wil gewoon dat die video's hot zijn. En dat edit momentje is elke dag mijn moment dat ik denk van, oké, dat is dan misschien ik ben wel lekker bezig, bam. Dat is dan misschien jouw misschien moment. Misschien is het editen voor mij wel het moment elke dag dat ik soort van even mijn rustje pak en ik weet... Ik weet wat er vandaag online komt. En jij edit elke dag. Ja? Jij hebt ook die bootcamp op je MacBook om Vegas te rennen. Ik had die. Ik heb nu een nieuwe laptop gekocht. Ja, ik had daar een bericht. Ik heb ooit intussen al de video's die ik gemaakt dus heb. Dus alle drama heb toe. Hij appte mij nog lieve berichtjes. Heb je bootcamp? Heb ik één keer een appje gestuurd naar hem, omdat ik zag dat hij bootcamp had op zijn Mac. Wat is onze appgesprek eigenlijk? Bootcamp is zo het programma waarmee je je MacBook Windows kan geven. Ja. En Vegas runt enkel op Windows. En ik zag dat hij aan het editen was op een MacBook. Dit is mijn eerste berichtje. Daarvoor heb ik het niet meer. ik zag dat hij een MacBook had en je editte daarop op Vegas. En ik stuurde naar hem van, yo, koop dat gewoon een Messi of zo. Ja, die heb ik nu. Iedereen zei altijd tegen me, je moet een MacBook kopen, man. Ga op Adobe Premiere. Fuck dat. Nee, man. Vegas is genoeg voor YouTube. Ik heb genoeg aan Vegas. Ik heb geen gekke effecten nodig om mijn video's te editen. Gaat ook niet meer views. Nee, ja, kijk, als jij programma's maakt als een boos van Tim Hofman. Oké, dan heb je dat nodig. Maar wij moeten gewoon Knip. Videootje invoegen, fragmentje invoegen, fotootje, muziekje, klaar. Ik doe al een beetje meer dan dat. Ja, ik niet. Ik motion frame ook. Maar dat kan ook met Vegas. Dat wist ik niet eens. Hoe dan? Op dat vierkantje. Klikken. En dan keyframes. En dan klikken. Maar ik... Ja, jij doet dat. Ja, je doet dat ook. Motion frame? Ja, als je moet zoomen en dan vasthouden. Maar damn, ik hou van het editen ook, man. Ja, ik ook. Maar dat heb ik. Ik word 's ochtends wakker. Ik zet mijn laptopje aan. Ik pak mijn koffietje. Ik ga 1,5 uur lang zitten. En bam. En dat is waar dat de autisme in kikt. Wij luisteren een uur of soms 2 uur naar onszelf. Ja, dat is zo. En dat doen we al zo lang. Dat doen we al 10 jaar. Want de 10 jaar zit er ook aan te komen voor mij. Ja. Als ik mijn oude YouTube-channels erbij regel. Niet Goldenat of Ace 1 of Ace 2. Ja, ik doe het ook al 10 jaar, denk ik. En na 10 jaar heb ik nog steeds... Ik vind het leuk.
Ik ook. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Ja. Je moet er plezier in blijven hebben. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. En dat klinkt weer fucking cliché. Maar dat is zo, toch? Je moet het leuk blijven vinden. Kan je dan beseffen dat je een uur lang naar jezelf, naar je eigen stem aan het luisteren bent en dan gewoon... Is. En je eigen grappen. Je eigen grappen. En fucking kut ook gewoon. It is crazy. Maar weet je wat ding is? Ik heb soms wel eens gehad dat ik een video gemaakt heb en hem niet heb geüpload. Jij kan dat niet. Nee, bij mij is het meer... Heb je dan soms wel eens dat je niet tevreden bent? Ja, tuurlijk. En dat je dan denkt van, die moet online. Tuurlijk. Ik denk dat is wat mij tegenhoudt. En dan ga je nog bedenken, wat wordt de titel? Ik denk dat is wel moeilijk, hè? Ja. Oh, ik heb al momenten gehad dat ik daar zit, dat ik zelf mijn ma erbij roep. Dat ik denk van, titel. Ik heb mijn ouders ook al eens. Oh, wat zouden jullie eerder op klikken? Dit of dat? Want deze op YouTube alle dingen hem ook. Ja, hij vraagt dat nu al. Terwijl hij één video in de twee weken upload. Omdat het belangrijker hoort is. Op YouTube, de titel en de thumbnail zijn... Heel belangrijk. Ja, ik ging elke week door naar hem van, joh, is deze een goede thumbnail? Welke titel zou je Omdat het belangrijk elke is, week. Ik vind het zo kut dat die thumbnail zo belangrijk geworden is. Heb jij thumbnail? Je hebt wel een thumbnail editor. Ja. Ik heb er ook eentje, maar soms, als hij niet available is, moet ik het zelf doen. Ja. En dan zit ik daar in Photoshop, die glow aan toevoegen. Ik heb een fucking goeie, maar. Ik kan hem oprecht, hij is elke dag. Ik heb die van Gio ook. Ik heb ook een fucking hooi, maar daarom wel shout-out naar, want alles wat jij doet... Shout-out ook, naar Taken, man. Nee. Shout-out naar Thijs. Thijs Trip. Is de thumbnailmaker van de... Van de fucking Sidemen. Ja. Hij is van Nederland, Thijsie. Ja. Hij heeft heel de glow, de knip, glow achter wat belangrijk is in de thumbnail, heeft hij uitgevonden. Heel het thumbnail idee van de craziest thumbnail heeft Thijs uitgevonden. Ja, is dat zo? Ja. Wat iedereen doet nu... Ja. Die Mr. Beast shit. Die Mr. Beast is niet die Mr. Beast shit, is die Thijs shit. Die glow heeft hij uitgevonden. Hij is... Die witte rand bedoel je? Die witte rand erachter is de... Dat is het Thijs-ding. Ja. En iedereen is dat beginnen aan. Hij is soort van de leader van de thumbnails. Want hij maakt de gekste thumbnails ooit. En doordat de thumbnails zo belangrijk geworden zijn in YouTube... Betaal je per thumbnail? Ja, tuurlijk. Ik denk 15 euro of 20 euro. Besef, Thijsie Trip. Er was een tijd in het begin van YouTube dat iedereen een banner wou over hem. Iedereen wou dat banner nog belangrijk was op YouTube, want dat is nu niks meer. Jammer genoeg. Iedereen wou banner van Thijs. Iedereen wou. Ik weet nog dat Joost, toen die hoofd dat die afgekapt was, met al die dingen in. Iedereen wou thumbnail van Thijs, maar hij heeft van niemand eentje gemaakt. Nee. Omdat hij heeft voor de Sidemen eentje gemaakt, voor Road to Shaw eentje gemaakt, voor Joost eentje gemaakt, maar hij heeft van niemand anders geplooid. Nee. Thijs is al superlang de beste photoshopper ter wereld. Thijs is echt gehuurd door Mr. Beast om thumbnails te maken voor hem. Hij heeft dat gedaan, maar hij vond het niet chill omdat Mr. Beast wou 1-op-1 video chatten terwijl dat de thumbnail gemaakt werd. Mm. En dan Elke keer? Ja, en dan gaf Mr. Beast inputs terwijl. Hij zei van, nee, doe dat een beetje feller. Nee, doe dat anders. En Thijs vond die nice om gecommandeerd te worden terwijl... Nee, ik stuur één voice memo, drie dingetjes erin. Maar ja, ik heb hele makkelijke thumbnails, snap je? Ja. Bij mij is jij hebt ook al iets ingebracht. De kut. Jij doet altijd twee dingen. Ja, fuck. Dat ik ook nog ga zien bij jou. Je hebt ook iets bijgebracht in de YouTube-scene. Jij doet altijd twee. Ja, niet altijd, maar meestal doe je al de slide. Ja. Al, de kut is van jou. Wie de fuck kut zijn thumbnails in twee? Jij. Dat is jouw ding. Iedereen, we hebben allemaal ons eigen ding. Jij doet dat. Ik heb gewoon iets... Het lukt mij gewoon wel om als een van de enigen nog op mijn kamer gewoon het interessant te houden. Ja, en jij hebt denk ik zo'n lijpe dedicated fanbase. Ja. Dat ook al omdat ik de enige ben in België. Ja. Omdat ik serieus gewoon van iedereen... Jij bent geen Belg meer. Is je ID eigenlijk nog Belg? Ja, ik heb nog wel een Belgisch ID. Via welke illegale rijden woon jij dan eigenlijk? En betaal je überhaupt? Ik praat zelfs Nederlands. Ik betaal immigrantenbelastingen hier zo. Er bestaat iets als immigrantenbelastingen. Wat is dat zelf voor bullshit? Veranderen. Ik ben... Ja, maar dat is ook zo. Ik ben niet eens een Belgische YouTuber meer. Nee. Zijn er nog Belgische YouTubers? Wat is jouw Nederland-België verhouding? 20. 80 Nederland, 20 België. Wow. Ja, maar dat komt ja, maar echt door mij, denk ik. Weet je hoe lang ik al zag tegen hem dat hij jou mocht gebruiken voor views? Ja, maar en jij wou het ook toelaten. Maar ik gun deze guy echt letterlijk de wereld. Nee, maar waarom? Snap je, ik besef ook van... Yo, als ik Gio niet had gehad, dan zou ik niet eens 20% hebben wat ik nu heb. Want mensen zouden mij niet checken om
als ik niet in die vlogs kwam. Dat is bullshit. Nou, ik denk niet dat mensen mij... Jawel, want 6 jaar geleden had je ook een kans om relevant te blijven. Maar, ja, je was gewoon lazy. Ja, en ja. Je smokte gewoon. Ja, ik smokte te veel. En je moet gewoon voor YouTube, je moet discipline hebben. Ja. Je moet die video moet komen. Casey Neistat zei ook, consistency is key. En dat is echt zo. En dat is echt zo. Kijk maar naar de meest succesvolle YouTubers in Nederland. Ja, maar daarom is dat key. Ik zou nooit zeggen dat ik shit van mezelf heb opgebouwd. Want als ik Gio niet had gehad, dan zou ik letterlijk... Dan had ik gewoon niks gehad. Dat geloof ik. Maar ik ben blij dat je nu... Ik zei het vorige week ook tegen je. Ik ben blij dat je na 6 jaar eindelijk door hebt. Van, het kan nog steeds. Je kan nog... Ik zeg altijd... En je moet gewoon doorzetten. Ja, en het is nooit te laat. Ik ga deze openen. Ik ga maar... Praat let's jij maar door. Pop it, baby. Praat let's go. Praat jij maar door. Want ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb iedereen van jullie te danken, omdat ik nu sta waar ik ben. Nee, ik heb al... Was ik nooit gestart zonder u. Die vlogs die ik nu maak, die zouden niet eens 20%... Nee, ik zag een comment onder een van je vlogs. Die zei van, joh, als jij dit meer zou doen, dan kan je David Dobrik-style gaan. Ja. En dat is zo. Ja. Dat is echt zo. Want die vlogs, ga je voor die David Dobrik-vibe. Er zit geen leien draad in. Het zijn gewoon leuke momenten samen. En je hebt genoeg mensen rond je om dat te doen. Ja, dat weet ik. Maar ik wil, zeg maar, ik wil nog niet... Zeg maar, ik heb het gevoel dat uiteindelijk een soort van... 3, 2. Oei! Ik heb zeg maar het gevoel dat uiteindelijk is aan het lukken, maar... Ik is die leeg? Ik wil zeg maar nog niet te vroeg schreeuwen. Nee, oké. Nog niet te vroeg victorie krijgen. Nee, precies. Maar ik krijg wel echt al een lekker warm gevoel in mijn maag. Die views zijn nice. Wat is je doel nu per video? Ja, ik wil nu op zich... Oh, dat is een goeie vraag. Wat is jouw doel? Wat is je... Ik wil dit jaar nog wel 100.000 bereiken. Maar wil je... Wat is je doel nu per video waarvan je denkt dat is nice? 50k. Wat is jouw doel? 50k per video. Elke dag streef ik naar minimaal 200.000. Damn, dat is nice. Jij? 100. 100k. Ja. Maar of heb je het over real-time views? Of heb je het gewoon per video? Gewoon zeg maar, als ik morgen wakker word... Of nee, ja, per video 200k. Per video 200k, ja, dan heb ik... Als ik niet morgen in wakker, één dag, als ik, maar. Als ik morgen wakker word, wil ik dat mijn video 100k heeft. Ja. En dat is uiteindelijk wel sick. Ja. Dat is wel sick, maar jij... Maar dat is eigenlijk een hele sicke standaard, want zeg maar ook... En dat merk ik vaak. Als ik in een periode heel lekker ga, bijvoorbeeld naar mijn break-up... Dat ligt mijn standaard op... Als ik geen 300k heb in 2 dagen... Maar weet je wat dan denk ik, ik heb het slecht maar gedaan. Dat mag je nooit. Weet je wat ik fucked up vind? Dat zeg maar... Shit, zeg maar. Je raakt gewend. Dat is het totaal niet, maar zeg maar... Cheerio. Op YouTube en op de squad. En op de toekomst. Op de squad en vooral op de squad. Want soms denk ik eraan, wie zijn de enige twee survivors van de squad? Wij. Je ziet het. We zijn er. En ik werd gekikt uit de squad en hij was ook de enige guy die me supportte. Ja bro, laten we het daar eens over hebben. Dus wie zijn de enige twee survivors? Laten we het daarover hebben. Daarom voerde zeg maar, jouw video naar mij zo ergens die backstage. Oké, dus nadat ik uit onze vriendengroep gekikt ben, ben ik echt, en dat is fucked, ben ik gereeld. Ik ben gekikt uit de WhatsApp-chatgroep. Waar ging het ook weer? Nee. Publiek, even stil. We hadden dus onze Skype-groep waarover we het in het begin van deze video hadden. What a gang. En toen... was er een feestje bij Tees Games. Ja. Eerste keer alcohol voor ons, veel van ons. Ja, ja, ja. Eerste keer going blitterly drunk. Heb ik daar, 16 jaar. Heb ik daar een paar domme dingen gezegd. Omdat ik gewoon zo dronken was. Was, ik aan, was ik aan het zeggen van, yo, hey. Eigenlijk wil ik gewoon fucking bekend worden. En facts. Dat was zo, maar... Daarna heeft de guy waar ik dat tegen gezegd heb, dat doorverteld aan iedereen. Tegen wie zei je dat dan? Tegen Rijn. Hij heeft dat doorverteld aan iedereen en heeft dat zo'n beetje getweakt. En ik verlies mijn telefoon die avond omdat ik zo dronken ben. Ik heb die ergens laten liggen. En als je je telefoon verliest, WhatsApp slaat je gesprekken niet op. Dus je bent alles kwijt. Ja. Je moet alles terug downloaden en dan heb je geroepen wel nog. Maar ja, sowieso 8 jaar geleden. Maar je hebt geen berichten meer. Dus ik kom thuis, ik heb geen telefoon. Ik ben hyped, want het weekend was leuk. Ik open een nieuwe telefoon. Ik wil terug aan die WhatsApp-groep kijken. En er staat gewoon niks nieuw in. You kicked. 2 dagen daarna, er staat gewoon niks nieuw in. Maar als je een nieuwe telefoon hebt, dan staat het bericht van you kicked er ook nooit in. Dus ik heb niks. Dus ik begin naar iedereen te sturen van, yo, hey, leven jullie nog? En 3 dagen later, ik zit op school al 2 dagen. En ik denk van, damn, waarom sturen mijn vrienden niks naar mij? En...
Zag je ons echt al als je matties toen? Zeg maar, bro. Ik had geen vrienden meer op school. Ik had mijn vrienden heel die zomer gewoon niet gesproken, omdat ik enkel aan Skype was met jullie. En ik heb gewoon niemand meer. Op WhatsApp verstuurt niemand meer een bericht in onze Skype-chat. Geen één bericht. Dus 3 dagen lang op school. Die eerste dacht ik van, iedereen is dronken. Tweede dacht ik van, misschien stuurt niemand een bericht. Iedereen drukt maar school. De woensdag denk ik van, waarom is er hier geen bericht? En ineens de donderdag word ik in een andere Skype-call gesmeten. En ik word daar gereeld. Iedereen is ook die call aan het filmen. Dat wist ik toen niet. Maar ik ben echt gewoon aan het huilen. En iedereen zag gewoon van, yo... It's done. Zonder reden. Iedereen zegt gewoon van done. Like, ja, maar hij weet het nog like, goed. Want ik denk heel veel indrukken. Er heeft zo'n effect gehad op mij. Ik ben echt aan het huilen. Ik ben 15. Ik ben echt aan het huilen als een fucking baby. Tot op het moment dat mijn mama gewoon in mijn kamer komt. Bij me komt staan. En echt gewoon mijn knuffel begint te geven. En zij zei echt zo gewoon in de war. Hij flow idee wat de fuck daar aan het gebeuren is. Ik zat daar op mijn koptelefoon. Crying my fucking eyes out. Ik was gekikt uit de squad. Omdat ik hun alleen maar zag voor de subs. Ik ga offline. Die volgende dag, ik kom op school. Ik denk van, chill. Super ongemakkelijk. Alsof dat je net gedumpt bent door je chick. En om 2 uur 's middags, omdat in Nederland for some fucking reason hebben jullie andere uren van jullie schooldagen. Dropt Ties zijn fucking expose over mij. Hij weet gewoon nog hoe laat. Dropt fucking Joey zijn expose over mij. Dropt Job zijn expose over mij. En in Job's video zit die Skype-call. In Job's video zit die... Ties en Joey hadden hun nog die gehouden. Job steekt gewoon zijn fucking de Skype-call met mij en mijn mama daarin. En ik ben gewoon gekikt. En iedereen op school heeft die video ook gezien en is zo van, hij is gekikt. En ik was echt broken. Ik was echt gewoon... Ik had al mijn vrienden in Blankenbergen geditcht voor mijn online matties. En dan hadden mijn online matties me geditcht, omdat ik dronken was. En die avond van al de exposes, van Ryan, van Joey, van Job en van Ties... Die van Ties was het hekste, die van Ties was... Ja, maar ook omdat hij de meeste views kreeg. Ja, omdat hij de meeste views kreeg. En omdat de allereerste keer was daar een beef was in de Nederlandse community er al. Heeft er één iemand gebeld naar me, man. Heb ik een belletje gekregen van één iemand. Toen ik op mijn diepest was. En toen heb ik gewoon de most emotional call ooit gehad met... Eerst mijn ouders zelfs. Met je ma en je pa en jou. Dat jij er niet achter stond. Ja. Dat jij het niet vond. En dat was een mooie call, dat was fucking chill. Dat was wild. Dat heeft ook iets gebracht of zo tussen ons. Maar toen, 5 dagen erna, was er een house party bij Gio. En toen is de groepsfoto van de squad genomen. Waar jij niet op staat. Waar ik niet op sta. En die hit me like a fucking truck, man. Ik weet nog dat weekend. Ik weet nog dat die foto's staan nog online op mijn Insta. Op mijn oprit. Ja, bij mijn ouders. Oh, in de dag. Ja, iedereen. Ik weet nog dat ik die foto zag gepost worden. En toen dacht ik echt van... Dat is echt alsof dat je hoofd stil staat. En ineens rijdt er gewoon een fucking vrachtwagen gewoon op je. En toen lag ik daar. En oké, ik moet toch even... Door die kick... Ben je wel de man geworden die ik wel de... Op dat moment ben je wel zorg. Ja, want ik ben die dag, en dit weet ik ook nog zo precies, dit is zo para. Na al die exposes ben ik 35.000 abonnees verloren in de avond. Ja. Ik had nog geen 100k. Ik had nog geen 100k. Zo, dat is 35k heel veel. Ik ben 35k verloren in de dat dag. Dat weet ik nog wel. En toen heb ik mijn, mijn reactievideo gemaakt, en toen heb ik 45 gegained in de dag. Ja. En vanaf dan heb ik die 100k gehit. Vanaf dan, weet je hoeveel mensen, soms als ik livestream, als ik zeg van, joh, als ik livestream vraag ik soms wel eens, wat is de eerste video die jullie hebben gezien van mij? Heel veel mensen zagen van de expose van Ties. Ja. En toen heb ik zo een taste gekregen van... Je wil mensen pakken. Beef is nice. Ja. Toen heb ik een taste gekregen van, damn... Dit is nice. Want ergens
En ik heb altijd respect gehad voor wat jij hebt gedaan voor mij die avond. En uiteindelijk, na al deze bullshit, op Viet en zo zijn we altijd chill geweest met elkaar. 100. Op, uiteindelijk... was jij ook tegen hem toen? Ja. Want uiteindelijk, hij was waar ik gebruikte dat als wapen. Wat dan? Wat bedoel je? Ik had tegen Rijn gezegd van, yo, als Alex nooit naar ons gekomen was, dan waren wij nooit bekend geweest. Ah, zo. Ja. En dat was gewoon alles wat ik gezegd had. En dus tuurlijk, Alex was boos, want Alex voelde hem gebruikt. Terwijl dat dan nooit... De intentie maar weet jij, eindstand is dat gewoon allemaal kindershit en geleerd van kindershit en uiteindelijk is het allemaal niet gemeend. Dus uiteindelijk boeit het allemaal niet. Maar ik heb ervan geleerd. Nou, maar eigenlijk... nou, niet gemeend. Het is, zeg maar, het is wel een periode, in, als je 15, 16, 17 bent, maakt het je wel... De persoon wie jij bent. Maar alsnog ben jij kind en maak je gewoon soms domme keuzes en zit jij domme shit als kind. Zeker als je hebt gezopen. Ja, dus zeker. Als je de eerste keer dronken maar als je dan, weet je waar ik veel over heb nagedacht? Had de squad ooit bankzitters kunnen zijn? 100. Ja. Nee, vind je van wel? Nee, ik vind van niet, omdat we allemaal zo andere interesses hadden. Ja, de bankzitters waren voetbal. Ja, allemaal. De bankzitters hadden voetbal. Wij hadden geen overeenkomende interesse. Stel je voor, daar heb ik veel over nagedacht. Had de squad ooit bankzitters kunnen zijn? Maar had je het gewild? Nee. Ik niet. Nee, ik ben veel liever solo dan in de groep. Ik vind het veel leuker om solo te zijn. Ik ook, maar ik vind het wel leuk om aan te denken dat wij voor de bankzitters waren, als groep, en dat wij niet de sidemen aan het buttrapen waren. Maar dat is ook niet waar, want bankzitters... Iedereen is individueel op persoonlijk. Ja. Ik hou van een shout-out naar hun. Allemaal, love you guys. Milo is mijn favoriete bankzitter. Ja, 100%. Mijn klomp, man. Shout-out naar Milo. We zijn er. En Mattie is de most talented. Maar... Een shout-out naar Koen. Maar wat ik wou zeggen is, zij hadden gewoon iets overlappend. Wij niet, maar wij waren wel de eerste. Ja. Wij waren wel de eerste die een groep gemaakt hadden. En dat is wel G-shit. Ja. Dat vind ik wel... Er zijn veel momenten waar ik op mijn kamer zit en ik nog steeds denk van, damn... Maar daarom zijn we nog steeds jong, altijd... We waren zo jong en zo dedicated. En er zijn zo weinig mensen die op hun 15 al zo dedicated maar zijn voor iets. Dat is ook niet waar. Zeg maar, ik denk dat de helft van de groep misschien dedicated is. Ja, maar god, dan nog op je 15 al zo gefocust bezig zijn met iets, is zo mooi. Maar snap je dan wel, zeg maar, dat na al die jaren, dat mij daarom, na al die video's die je over mij gemaakt hebt, gewoon nog steeds het van extra pijn deed, omdat ik er, zeg maar... Bro, ik heb altijd het beste met jou voor gehad. Omdat je ook die guy was die er wel voor me was in die moeilijke tijd. Oké, je was die guy die er was voor me in die moeilijke tijd. Hij was die guy die had gebeld naar me. Maar god, ik had geen invite. Praat niet mijn dingen goed, hè? Nee, 100. Niet. Maar ik had nee, fuck dat. Dat gaat nu niet daarover. Ja. Maar ik ben wel gewoon niet geïnvite voor dat feestje. Dus daar begint het allemaal bij. Maar dat natuurlijk, daar begint het wel bij. Ja, want... Als jij naar mij belt en ik bel met jou en ik denk, ik ga emotional worden nu hoor. Als jij naar mij belt en ik bel met jouw ouders en jullie zeggen van, damn, we vinden het echt kut waar het allemaal gebeurd is en wij staan hier niet achter en wij vinden dit niet chill. En dan twee dagen daarna is er een feestje in jouw huis met iedereen en post iedereen die foto en zegt van, dit is de squad. Dan dacht ik wel van, oké, woorden zijn, je kan... Ik wist dat je meende, maar damn, die foto... Ja. Die foto, hè. Ik dacht serieus dat dit gaat nog goed komen. En toen kwam die foto twee dagen daarna en toen dacht ik echt van, damn. En toen ben ik echt feral gegaan. Toen, door die... Dat heeft je wel goed gedaan. Nee, dat heeft me super goed gedaan. Ja. Door die, toen heb ik ook ontdekt dat als een emotie sterk genoeg is, maakt niet uit of dat verdriet is, of pijn, of geluk. En bij artiesten zie je dat ook, wanneer erop... Een artiest, een beste album. Wanneer ze heartbroken zijn. Als ze heartbroken zijn. En wat was ik op dat moment? Fucking heartbroken. En hoe hard ben ik dat op dat moment gaan stijgen op YouTube? Ja, fucking snel. Omdat als je emotie in iets kan steken als YouTube, of als je emotie in iets kan steken als muziek, dan heb je de hardste band met de mensen die kijken, man. En damn, dat moment dat ik die foto zag, die staat nog... Damn, nice. Sowieso 8 op 10. Het moment dat die foto online kwam, die groepsfoto. Ik zie hem nu ook gewoon elke keer als ik praat. Ja, ik weet precies over welke je het hebt. Elke keer als ik over die groepsfoto praat, zie ik hem ook gewoon. Edit hem even in beeld. Ja, sowieso.
Dan krijg ik echt gewoon... Maar dat, dat neemt niet weg natuurlijk dat ik en mijn ouders... volgens mij belde mijn moeder, jouw moeder zelfs als eerste. Ja, dat ja. Die wel altijd... Omdat ze wel door had waar aan de hand was. En ik denk dat want je had het net over een mail die mijn vader naar jou gestuurd heeft. Inderdaad. Ik denk dat mijn vader is ook een emotieman. Nee, sowieso. Daarbij. Hij vindt echt diep in zijn emoties. Hij vindt het echt fucked up als mensen fucked up over mij praten. Ja, want daarom doet hij het ook. Hij heeft zelfs mails gestuurd naar andere YouTubers waar ik niet eens van af wist. Dat ik achteraf dat moet horen. Het is niet handig. Nee, dat was naar Slotta was dat volgens mij. Ja. En daar heeft hij een mailtje naar gestuurd toen. Daar wist ik niet van. En dat waardeer ik aan mijn pa. Maar ik heb wel gezegd, je kan dit beter niet doen. Want mensen gaan daar misbruik van maken. Terwijl mijn pa dat doet het echt uit goede intentie. Ja, dat is omdat je zoon is. Uit liefde en intentie. Goede intentie. Had ik maar een pa die dat deed. Had ik maar een pa die... Maar daarom nam hij ook uit... Kijk, hij heeft ook op die eerste video's heeft hij niet gereageerd. En hij nam dat... Hij heeft wel gereageerd op die eerste video. Heeft hij heeft een mail gestuurd. Oh, dat weet ik niet. Alleen op die eerste? Dat weet ik niet eens. Misschien heb ik het achteraf gelezen. Maar dat hem daarom ook soort van pijn deed. Van, omdat zijn zoon aangevallen wordt. Ja, en mijn ouders vonden jou superleuk. Want je bent daarna wel nog een keer bij mij thuis geweest bij mijn ouders. En ze vonden jou superleuk en lief en een toffe guy. En weet ik veel wat toen vlogde ik ook niet dagelijks. Volgens mij is het niet eens online geweest als je bij mij geweest bent toen. En ja, en daar, ik denk dat het meest diep zit bij mijn ouders. Dat je dan alsnog die video's gemaakt had. Dat. En achteraf, weet je, gebeurd 2 jaar geleden, eerste video. Ja, hey, luister, YouTube maakt je gewoon een monster, man. YouTube maakt je gewoon in a way wordt... Hongerig naar aandacht. Het is zo, naar aandacht, het is zo views, ik wil het niet zeggen, maar het kun je gewoon... Maar dat is ook je... Daar level je up mee, zeg precies, maar. Precies, en dat is wat je nodig hebt om on top te blijven. Ja. Want het is knokken, man. Het is knokken. Het is echt knokken, ja. Het is knokken om on top te blijven. En soms ga je daarvoor over een streep dat je eigenlijk niet wil crossen. Want dat is die fucking social media game, man. En ik haat het evenveel als dat ik het leuk vind. Maar damn, moest ik niet... Vanaf mijn 14 al bezig zijn met deze online shit. Wat had je anders gedaan? Wat wilde je worden later? Architect. Wat? Architect. Architect van wat? Van huizen? Gewoon. Huizen, ja. Wat anders? Ik was goed. Je kan een architect van vliegtuigen van vliegtuigen. Zoals dus Daft Games. Leuke inbreng weer, dankjewel. Alex! Ik ga daar wel weg. Ik ben niet. I don't fucking know. Bro, ik denk dat ik letterlijk 10 zinnen in deze podcast heb gezien. Nee, luister. Veel. Luister. Auto-architect, vliegtuig, shit, shadow. Nee, moest ik niet vanaf mijn 14 al bezig zijn met deze shit, dan denk ik dat dit me wel gebroken had. Architect van auto's. Dan denk ik dat... Ik zie heel veel mensen in heel de social media game die al gebroken worden door de stress, maar doordat ik ermee opgegroeid ben, het is er... Dat ik dat ook heb, man. Ik kan me geen dag inbeelden dat dit er niet geweest is. Nee, ik ook niet. Echt niet. Zeg maar, ja, ik was 13 en toen... In België komen er nu wel eens soms zo programma's online waar dat ze... Zet die fucking camera op. Opnieuw. Camera. Ik ga iets goed zeggen. Opnieuw. Ik denk als je niet van je jongs af aan opgegroeid bent met die sociale media stress, dat serieus ondraaglijk is om die druk van het internet en het feit dat je constant kan vervangen worden... Want er is competitie. Er is superveel competitie. Okay. Ik denk dat jij Don ook wel als competitie ziet. Competitie, ik weet niet. Zeg maar, het houdt me scherp. Het houdt je scherp en dat heb je nodig. Dat heb je echt nodig. Ik heb het gevoel ook dat het feit dat je competitie hebt, het je scherp houdt. En ik heb het gevoel dat in België, omdat ik al zo lang geen competitie meer heb, op een bepaald moment word je gestagneerd op die eerste plek. En dan denk je van, ik ben hier. En in principe moet je altijd het gevoel hebben dat je de tweede bent en dat je de eerste moet inhalen. Ja. En dan heb je iets om te chasen. Dat geldt met Ryan. Dat had ik het hardste met Ryan. Ryan en ik hebben een jaar lang gehad dat we elke week dat hij groter was dan maar mij. Maar dat had ik met Ties op een gegeven moment. Ja, en dan word je competitive. Dan word je zo... Maar bij jullie was het wel heel heftig. Nee, bij ons wordt dat zo heftig. Dat had ik niet per se met Ties. Dat ik dat soms vergelijk met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Als je van zo'n jonge leeftijd zo competitief met elkaar ingeschakeld bent... Ryan en ik waren goede vrienden. Maar waren goede vrienden. Maar een zo'n competitief aard met een vriend hebben is niet gezond. Nee, dat is ook niet goed voor je vriend. Maar die competitief aard heeft er wel voor gezorgd dat ik zo dedicated geworden ben om te uploaden.
En sociale media. Maar ja, mensen vragen ook vaak, zie je het dan als concurrent? Maar kijk, er zijn nu 3 dagelijkse grote vloggers in Nederland. Dat zijn Enzo, Don en jij. Precies. En ik zie het niet als concurrentie. Nee, maar jullie doen allemaal iets anders. Ja, het houdt je gewoon scherp. Ik heb al zoveel in mijn hoofd gehad van jullie hebben alle 3... Ook wel een andere fanbase. 1 iets wat jullie groot maakt. Ja. En bij jou is dat gewoon luxury. Ja. Bij jou is het gewoon luxury and girls. En, ja, en meiden. Ja, luxury meiden. And girls. Ik heb 60% vrouw. Ja, dat is 40% gek. Man. Dat is gek als je dat... Bij Enzo is het gewoon doing stupid shit. Bij jou is luxury and girls. En bij luxury and lifestyle, ja. Bij Don is het gewoon... Ja, I'm fucking know. Hij doet jouw thumbnails ook gewoon na. Dus dat weet ik al genoeg. Plus, hey, Reinier van Bardeveld nemen als sponsor voor Focus Drink. Wie de fuck is met dat idee gekomen? Die harder. Nou ja, okay, hij heeft gewoon zijn eigen ding. Dus, en dat, ja, daar kan je uiteindelijk het Maar jij ziet je niet als competitie? Nee. Omdat de kijkers van Don, denk ik, die zijn heel erg jong. Ik bedoel, de humor die in Don zijn vlogs gebruikt wordt, is gewoon niet grappig. Toch? Oh god. Woordgrapjes zijn niet grappig. Nou ja, die kunnen grappig zijn, maar het is gewoon dode humor. Maar het is wel leuk. En I wish daar in de commentary zien, wat ik doe. Bij jou, je hebt al gewoon mensen die in principe hetzelfde doen als jou. Dat is er bij mij niet. Ik heb niemand die hetzelfde doet als mij. En dan denk ik soms van, damn. Daarom denk ik soms van, misschien moet ik wel de eerste Belgische vlogger worden. Dat ik me dan aansluit bij probeer jullie. Het. En zeg ik maar, weet je... Ja, maar fuck it, ik... Nee, maar dat, zeg maar, ik... Want ik, in principe, ik maakte tot 4 jaar terug precies dezelfde video. Ja, nou, niet als jij, maar... Op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt, oké, wat ga ik doen? Ik ga nu, ik wist het niet meer, ik zat in een diep gat, ik gebruikte drugs, weet ik wat. En op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt, fuck it, ik ga dagelijks vloggen. Sick. Fuck it. Ik kocht mijn appartement in Rotterdam en vanaf dat moment, nou, ik heb misschien 4, 5, 6 dagen gehad die ik overgeslagen heb. Sick. En ik denk dat dagelijks vloggen bij mij wel de beste keuze ever geweest is. Ja, en je moet de discipline hebben ook. Sick. Ja. Zoveel respect voor. Ja. Ik vertel je laatste idee, ik ben interested. Ja, ik heb je ontvolgd. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Fucking. Niet. Vraag je niet af waarom? Niet. Ik heb zelf, toen jij me hebt ontvolgd, heb ik. Wanneer had je toen door? Jij me hebt ontvolgd, heb ik iets teruggedaan. Wat dan? Je hebt mij ontvolgd. Je hebt mij unsubbed. Ik heb Jade gevolgd. Ik heb Jade gevolgd. Ja. En toen heb ik gehoord dat zij. Haar plan is elke dag 1 post op Instagram. Ja, minimaal. Ja. Insane. Mm-hmm. Nee, maar je vraag je af waarom ik je ontvolgde? Nee, het was in de beef op dat moment, zeg maar. Ik was gewoon geïrriteerd. Ik had geen zin in jouw stories en in je shit. Oké, dat snap ik al. En, maar ik zat op dat moment ook in mijn emoties. Zeg maar, ik zou je nu prima weer kunnen volgen. Omdat ik zat dan soms wel eens te kijken van, heeft hij me niet terug ontvolgd of zo? Nee, tuurlijk niet. Ik ben niet op die shit. Ik ben al lang niet op zo dat. Van sociale media. Zal ik je weer terugvolgen? Nee, maar niet. Weet je, maakt niet uit. Weet je, ik heb altijd zo gedacht van... Ontvolgen of niet, dat in onze maatschappij het feit... Nee, maar het was een... Thank you for the follow back. Het feit dat in onze maatschappij... De unfollow-app... Een ding is... Ah, ja, die heb ik, ja. Het feit dat de unfollow-app het ding is... En misschien niet bij ons, maar wel bij de normale mensen... Dat het ding is... Denk ik al hoe kwam je daarachter dan? Via die app? Ja, DM. Gewoon mensen die het hebben laten weten aan mij van Gio heeft je ontvolgd. Het is gek om daaraan te denken. Dat mensen het was echt pas laatste video dat ik dacht, ik heb oprecht... Het was pas een paar dagen na, maar het feit dat er sommige mensen zijn die zich bezighouden met een app die solely dedicated is met wie volgt je, wie ontvolgt je. Dat vind ik heel raar. Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog nooit de unfollow-app gehad heb, maar het feit dat er is... betekent wel... Maar zag je het als een statement van mij? Nee, of not at all. Wat dacht je wat mijn reden erachter was dan? Nee, ik heb nooit zo erover gedacht bij jou. Ik dacht, dat betekent, voor mij betekent de unfollow echt niks. Want je gaat nog altijd evenveel aan me denken. Snap je? Je mag me unfollow op Instagram, maar mijn video op YouTube staat nog steeds. Maar een unfollow betekent niks. Hey, maar thanks for the follow back. Hey, graag gedaan. Hey, je ziet het. Maar... Zullen we even iets leuks doen? Wil je iets leuks doen? Als deze video 5 ton haalt. 5 ton.
Dan zet je een fucking tattoo van mijn nieuwe logo. Ja? Op je reet. Ja, naast die van mij. Maar nee, naast die van ik mij. Wil de andere split. Sure. En dan de hand, ik wil de andere split. Een handje gewoon. Van de twee spleten. Rond elkaar. Oh ja, 5 ton, ik ben down. 5 ton, ik ben down. 5 ton. Ja, 100. Nee, maar dit is niet realistisch. Ja, dat boeit mij niet. Ja, dat kan zo zijn. Laten we het gooien op 4. Ik vind 4 ook haalbaarder dan 5. 5 misschien wel maar lang. 5 is zeg maar 28 miljoen TikTok views. Ik had gecheckt hoeveel de vorige had. De vorige heeft 2,8 ton. De vorige heeft 2800, hè? Daarom vind ik 5 al een mooie som. Ja, 5 is al para, maar het is para, maar het is ook wel mooi. Para tijd. Als we die kring willen maken rond de 2, met mijn nieuwe logo erbij, dan vind ik 5 al ai, maar 5 is al veel. Dus we gooien op 4. 4,5. 4,5. Oké, hand erop. 4,5. Waarom schudden jullie handen op? Hand erop. Als je zo doet, zet je waarom schudden jullie handen op? Zet je duim erbij. Oké, wat wil je dan doen? Wij zijn de social media experts. Jij komt net kijken. Zet je duim erbij. Is die mooi? Wat mooi. Die nieuwe logo. Insane. Nee, jouw kont is nu mooi, wil je zeggen. Doe je duim omhoog. 4,5. Zo, close nu. Doe dicht. Dit. Besef hoe nice. Dit voelt nice, hè. Even lachen. Het voelt nice, hè. Insane. Ja, maar check onze duim ook. Ja, lekker. Lekker velletje. Oké. Okay. 4,5 miljoen. Nee. 4,5 ton. Okay, 4,5 ton. En we doen dat. Ja. Hai. Let's go. Doe de outro. Heb je nog iets wat je wil bespreken in deze podcast? Ik denk dat het groot genoeg is geweest. Jongens en meiden, sorry dat ik zeg maar 10 zinnen heb gezegd. Like deze video bij 50.000 likes. Doe een squad reunion. Wat had je op je vorige podcast dan eigenlijk? Nee, maar qua likes, doe 50. Ja, wat had hij daarop? 50.000 likes. Hoe valt hij met Athena dan? 50.000 likes en we doen een big squad reunion podcast met iedereen van de squad hier rond de tafel. En dan gaan jullie bad shit, crazy shit horen. Ja, 50.000 likes. Insane. Dus smash die fucking like. En ja, subscribe man. Op AC2. Ja. Vooral, man. Dank u wel om te kijken naar deze video. Wil jij nog iets zeggen, Alex? Of laatste? Ja, meteen. Right, doe maar. Het is jouw video. Jij moet hem afsluiten. Als jij die shot nog gaat. Gooi die je eigen branding. Als jij die shit, shot je eigen afmaakt, als jij die shot nog gaat kenmerk. Maken. Nee, ik ga niet shotten. Flikker op. Ja, dan moet ik wachten tot jij shot. Oké, okay, is goed. Wacht. Ik doe het wel voor hem. Dankjewel. Insane. Jongens en meiden, bedankt dat jullie naar ons hebben geluisterd. Vooral naar Gio en Nathan, want ik heb geen ene... Joey! Fuck it, Joey! What the fuck is die Rolex? Is dat ook Gio en Nathan? Shout-out naar Pof! Shout-out Hanwe, heeft Joey KO geslaan ook. Heeft nu een hotel, shout-out Botel. Ja, hij liet laat iets zien aan mij. Hij treedt wel veel NFT in de crypto market. Ja. Doe je ding. Ik bedank jou, Nathan, voor het komen. Het heeft lang geduurd, ik heb je lang gevraagd. Maar ik was al eens geweest, enorm, ja, maar de eerste, en enorm bedankt dat jij kwam. Of course. Sowieso, ga maar even meevloggen, hoor. Is goed. Ja, doe je ding. Ik vlog ook even. Ik vlog allemaal maar even. Ik vlog ook even, ik ben ook een vlogger. Ik zet mijn camera aan. We moeten allemaal even vloggen. Jongens en meiden, ik ben goed aangeschoten vandaag. Oh. ja man, en we gaan de outro doen. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik bedank Gio heel erg voor het komen. Thank you very much, man broer. En bedank Nathan ook heel erg voor het komen. Love. We can kiss each other. En ja toch? Oh! Lekker man. Insane. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik ben 22 by the way, of 23. Ik ben 24, dus oké. Okay, we zijn allebei middenjaren. Dat mag het. Ja. Ja, man, ik bedenk jullie echt. Yeah, love. Ik hoop dat dit legendarisch wordt. Dit gaat legendarisch worden. Zonder jullie was ik helemaal niks geweest. En, love. Jawel, je bent je eigen persoon. Bro. Nee, man. Ik vind jou, je hebt al altijd nee, je eigen fucking... Jij bent er altijd geweest. Heb jij niet een award gewonnen van Sociaalste Creator? Nee, die is er niet. Maar je zou hem winnen. Love. Ciao. Ik bedank jullie voor het kijken. Geef de video een like. Post 100 miljoen TikToks. En dan zeg ik. Rap Nieuws TV. Shout-out naar jullie. Oh, nee. Oeh. Shout-out later. Shout-out naar iedereen. All the love. I love jullie, man. All the love. All the fucking power. Power. Thanks, man, Pik. 100. En ons zo naar de broeders, jullie weten. 100. Jullie weten, broeders.